avond allemaal. Hartelijk welkom bij deze oriënterende ronde. Het is 9 uur, dus we willen graag beginnen. Vooral ook hartelijk welkom aan iedereen op de tribune. Die zijn goed gevuld, daar zijn wij altijd blij om. Wij beginnen uiteraard met agenda punt 1, opening en mededelingen. De vergadering is geopend. Zijn er mededelingen? Geen mededelingen. Het vaststellen van de agenda is agenda punt 2. Zijn er wijzigingen op de agenda vanuit de raad? Geen wijzigingen. Dat brengt ons bij agenda punt 3, het spreekrecht. En daar hebben zich 2 insprekers gemeld. Dat is mevrouw Meijer-Velnaar en mevrouw Bakhuis-Botter. Beide spreken in over windmolens. En dat houdt verband met agenda punt 4. Althans, dat heeft raakvlakken ermee. Hoewel dat voor een oriënterende ronde nooit zo heel erg veel uitmaakt, omdat mensen dan over willekeurig welk onderwerp mogen inspreken. Dus ook deze beide insprekers zijn uiteraard van harte welkom. Ik zou mevrouw Meijer willen vragen om als eerste achter het sprekersstoel plaats te nemen. Ik denk dat u geïnstrueerd bent door de Griffie dat u 5 minuten heeft. En dat het mogelijk is dat de raad naar aanleiding van uw inspraak nog wat vragen heeft. Dus als u even wilt blijven staan. Als u op dat knopje drukt, dan gaat uw microfoon aan. Goedenavond. Mijn naam is Annette Meijer en ik spreek in namens de omwonenden van de Krulsweg in Kloosterhaar. Beste gemeenteraad, een attente buurtbewoner wees ons op de informatiebijeenkomsten van de NVB. De Duitse energieleverancier, over het windparkproject in Ittebek en Wielen. Op 12 en 17 februari jongstleden heeft een groot aantal buurtbewoners zich laten informeren over het project net over de grens. De gemeente Hardenberg heeft verzuimd ons hierover te informeren. Tijdens deze bijeenkomsten werden geïnformeerd over de plannen aan Duitse zijde waar het gaat om het plaatsen van 13 windturbines met een hoogte van 248 meter. Voor uw beeldvorming, dat is nog eens 100 meter hoger dan de windmolens in Lerensvaart. Tot onze grote onrust hoorden wij ook over de plannen aan de Nederlandse zijde. Frappant was dat de Duitsers al goed op de hoogte waren van de Nederlandse plannen, terwijl deze voor ons nieuw waren. NVB verwees ons dan ook naar de gemeente Hardenberg voor meer informatie. Een aantal omwonenden heeft bij de gemeente om informatie gevraagd, maar er werd gezegd dat er nog niets bekend was. In Duitsland wist men echter al van afspraken die door wethouder ten Kate gemaakt zijn. Raadsleden, al snel bleek dat niet alleen wij als omwonenden niet geïnformeerd waren, maar uw raad ook niet. Ook niet op de hoogte is van de internationale afspraken die wethouder ten Kate maakt. Kort samengevat, 3 punten die wij in Duitsland tijdens de presentatie van NVB hoorden. Punt 1. In het windparkproject Ittebek en Wielen zijn plannen voor het plaatsen van 13 windturbines met een hoogte van 248 meter, waarvan een groot gedeelte pal aan de Nederlandse grens bij Kloosterhaar en Balderhaar. Hardenberg wil het plan van NVB uitbreiden naar de Nederlandse kant en hier 4 tot 7 windmolens plaatsen. Wethouder ten Kate heeft afspraken gemaakt over het uitwisselen van vergoedingen. Het plan in Duitsland is al geruime tijd bekend bij wethouder ten Kate en hoe kan het dat wij als omwonenden niet geïnformeerd zijn? Wat betekent dat voor ons? Hoe zit het met compensatie als er ook op Nederlands grondgebied windmolens geplaatst gaan worden? En dan de Nederlandse normen gelden? Wat houdt dat precies in? Het lijkt erop dat wethouder ten Kate op eigen houtje opereert en ons als omwonenden letterlijk de wind uit de zeilen neemt. Kan wethouder ten Kate zonder ruggespraak van u als gemeenteraad zulke belangrijke beslissingen maken? Welke bevoegdheden heeft de wethouder in zaken internationale afspraken? Wij willen graag exact weten welke afspraken er over onze hoofden heen gemaakt zijn en beroepen ons hierbij
op de wet openbaarheid van bestuur. Wij willen als omwonenden inspraak en medezeggenschap en verdere planvorming. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Meijer. Zijn er vragen vanuit de raad voor mevrouw Meijer? Geen vragen? Nou, dan was uw inbreng duidelijk. Hartelijk dank. Dank u wel. Dan wil ik mevrouw Bakhuis vragen om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Geachte raadsleden, mijn naam is Lisa Bakhuis en ik spreek in namens de buurtvereniging Balderhaar. Wij wonen in het gebied dat in de gemeentelijke plannen voor het opwekken van duurzame energie bekend staat als Kloosterhaar Oost. U gaat zich in deze oriënterende ronde een mening vormen over het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. En dit programma heeft verstrekkende gevolgen voor onze directe omgeving in Kloosterhaar. Dit programma dat behelst namelijk een onderdeel waarvan wij tot voor kort niet op de hoogte waren, maar waarvan wij inmiddels weten dat het onze leefomgeving radicaal zal veranderen. Raad, ik zal vanavond 7 punten met u doornemen. Punt 1. Ik wil niet naast windturbines en zonneparken wonen. En mijn buren, hier allemaal goed vertegenwoordigd op de tribune, die willen dat ook niet. Ik kan nu ingaan op redenen zoals volksgezondheid, natuur en waardevermindering. Echter heb ik slechts 5 minuten en ga ik nu alleen in op het proces. Punt 2. Zoals u van mevrouw Meijer hoorde, wil NVB een gigantisch windpark bouwen, pal langs de Nederlandse grens in Kloosterhaar. Ik ga u nu nogmaals vermoeien met datgene wat wij daar gehoord hebben. Wethouder Ten Kate heeft al afspraken gemaakt over de compensatie en al snel bleek dat wij niet alleen wij als omwonenden niet geïnformeerd zijn, maar u als raadslid ook niet. Kan wethouder Ten Kate zomaar internationale afspraken maken? Wij willen als direct aanwonenden inspraak en zeggenschap in verdere planvorming met Duitsland. Punt 3. Wethouder Ten Kate wil het plan van NVB uitbreiden naar de Nederlandse kant met 4 tot 7 windmolens. Dat blijkt heel sumier uit stukken van de OAG, de omgevingsadviesgroep van het pilotgebied Kloosterhaar, Sipkelo, Bergentuin. Hier staat ook dat wethouder Ten Kate en Robert Ecklenkamp u op 3 december 2019 zouden informeren over de plannen. Raadsleden, bent u op 3 december geïnformeerd over die Nederlandse plannen? In het raadsinformatiesysteem kan ik hiervan namelijk helemaal niets terugvinden. Punt 4. Omdat er in officiële stukken niets te vinden was, ben ik maar gaan googlen. En na kort zoekwerk was het al bingo. Een ambtenaar bleek namelijk op Prezi, een online presentatietool, namelijk een presentatie over duurzame energieopwekking in Hardenberg openbaar te hebben staan. Deze presentatie staat gedateerd op 3 december 2019. Het is dus naar alle waarschijnlijkheid dat dit de presentatie is waarmee het college u had willen informeren over de plannen. De presentatie geeft weer dat in pilotgebied 7, oftewel Kloosterhaar Oost, ineens is toegevoegd aan het pilotgebied 6. Planning en parallel zouden parallel lopen aan het gebied 6 en dat is het gebied Bergentuin, Kloosterhaar en Sipkelo. Dit is zeer interessant, want aangezien u als gemeenteraad op 3 oktober 2017 slechts 2 pilotgebieden heeft aangewezen, namelijk de meest kansrijke. Er lijkt dus nu op een heel slinkse wijze een derde pilotgebied toegevoegd te zijn. Sterker nog, gebied 7 was volgens onderzoek van Pondera in 2017 het minst geschikte gebied. Dit mede vanwege het verdrag van Meppen en Natura 2000. De visualisaties in de presentatie hebben we al laten controleren door een ingenieur en lijken geen rekening te houden met de geldende wetgeving. Heeft de wethouder het verdrag van Meppen al opgezegd? Punt 5. In Duitsland wordt aangenomen dat het windenergieproject gezamenlijk ontwikkeld wordt. Sterker nog, de aanwezige Duitse jurist vertelde ons zelf dat onze gemeente er alles aan doet om nog voor het Duitse plan aan te willen zijn. Dat kunnen er namelijk nog meer turbines geplaatst worden. Ja, wij begrijpen de wethouder wel, want
Dan gelden namelijk de Nederlandse normen voor compensatie en de afstand tot woningen. Daar worden onze gezondheid en woningwaarde dus nog meer geschaad. Punt 6. In het raadsbesluit van 3 oktober 2017 heeft u als gemeenteraad besloten dat de twee meest kansrijke pilotprojecten verder onderzocht mogen worden. Tevens heeft u het college gevraagd om u tijdig te rapporteren bij ontwikkelingen. En dat omwonenden en stakeholders in de procedure betrokken moeten worden. Het lijkt erop dat de wethouder op voorhand al ver voorbij gegaan is aan het raadsbesluit. Raad, het is aan u om de wethouder ten kate hierop te controleren. In het meerjarenprogramma Duurzaamheid dat vanavond ter tafel ligt, staat het volgende. Ik citeer. Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling van windmolens in het gebied Balderhaarmoor door NVB. Deze ontwikkelingen zijn dusdanig concreet dat de gemeente hierop in moet en wil spelen. Het betreft een gebied dat vanuit de verkenning eerder als zoekgebied naar voren is gekomen, maar in 2017 niet is aangewezen als pilotproject, vanwege de beperking als gevolg van het verdrag van Meppen. Concreet houdt dit in dat de gemeente dit zoekgebied aan de Duitse grens mee wil nemen binnen verkenning Kloosterhaar, Sipkelo en Bergentheim, waarvan de opgave van dit gebied indicatief 420 terajoule blijft. Einde citaat. Voorzitter, ik rond af. Alles nog even kort samengevat. In 2019 waren er ook concrete plannen om bij het Duitse windparkplan aan te haken. Dan wel op een eigen initiatief een Nederlands plan te ontwikkelen. De gemeente is hiervoor onder meer in gesprek met Calduran over het opwekken van duurzame energie. Raad, bent u hierover geïnformeerd? Op 3 oktober 2017 zijn er twee kansrijke pilotprojecten aangewezen voor verder onderzoek. Raad, bent u geïnformeerd over de toevoeging van het derde pilotgebied, namelijk gebied 7, Kloosterhaar Oost? Als Kloosterhaar Oost dan inderdaad een nieuw pilotgebied is en de gevolgde procedure hiervoor überhaupt correct is, dan willen we hierover als belanghebbenden geïnformeerd worden. Daarnaast willen we inspraak en zeggenschap krijgen. In de presentatie van 3 december 2019 en het meerjarenprogramma staat dat de planning en het proces parallel loopt aan die van het gebied Bergentheim, Kloosterhaar en Sipkelo. Wij verzoeken nu, met klem, om deze gebieden niet aan elkaar te koppelen. Want wij zijn als omwonenden namelijk niet vertegenwoordigd in de OAG, omdat dit namelijk ver buiten het zoekgebied ligt. Voorzitter. Deze 5 minuten zijn helaas veel te kort om u en uw raad goed te informeren. We hebben veel meer informatie. En wij nodigen de raadsleden dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan. We hebben ze echt iets te vertellen. Het leek ons in deze fase van het proces niet opportun om het verkiezingsprogramma van de politieke partij die wethouder ten Kate vertegenwoordigt mee te nemen in dit betoog. Dat zou deze vergaderzaal namelijk doen schudden op zijn grondvesten. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Bakhuis. Ik zie een vraag van meneer Kuipers, van meneer Roelofs, van meneer Bak. Ik begin bij meneer Bak. Ga uw gang. Ja. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bakhuis, dank u wel voor uw inspraak. Buitengewoon helder, gepassioneerd verhaal. Dus dat is altijd goed en mooi om te horen. En ik merk ook dat het u raakt en dat wijst ook de aanwezigheid vanavond wel. En het is ook een onderwerp dat ons als raad bezighoudt, want het is geen eenvoudig onderwerp. En ik begrijp uw zorg. En op dit moment stelt u heel veel vragen aan ons en die kunnen we nu niet beantwoorden. Maar onze fractie gaat in ieder geval graag met u in gesprek en dat zal denk ik ook gelden voor alle andere fracties hier aanwezig. Wel heb ik een vraag voor u, want uw roep om gehoord te worden is heel sterk vanavond. Tenminste, dat haal ik echt uit uw betoog. Maar als u de mogelijkheid krijgt om mee te praten, is dan voor u ruimte en mogelijkheid om te werken aan duurzaamheid? En dus ook windmolens. Meneer Bak, hartelijk dank voor uw vraag. Wij zitten hier met ontzettend veel mensen. Om antwoord te geven op deze vraag ga ik dat overleggen met deze mensen.
Wat wij willen is inspraak. Zoals ik heb aangegeven is het heel belangrijk dat wij niet willen aansluiten bij de omgevingsadviesgroep van het project tussen Bergentijn Klooster en Sipkelo. Wij willen inspraak hebben echt op het project waar we de gemeente nu aan het ontwikkelen is, naar het schijnt in Kloosterhaar. Dus ik kom daar graag op terug. Dank u wel. Ik hoor dat dan graag van u. Om wel te melden dat voor ons als fractie in ieder geval het heel erg belangrijk is dat we met elkaar over dit onderwerp goed van gedachten te wisselen. Want het is een belangrijk onderwerp wat we hier in orde hebben. En ik denk ook dat daar dan een reactie op komt vanuit het college. Dank u wel. Punt gemaakt. Dank u wel, meneer Bak. Meneer Roelofs, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakhuis, voor uw inspirerende betoog. Ik zal de woorden van meneer Bak niet herhalen. Ik constateer een beetje een valse start voor iets waar we met z'n allen voor zouden willen gaan. Dat is namelijk een doelstelling op het gebied van duurzaamheid. Is het na deze valse start, ziet u het, op welke manier ziet u het gebeuren dat u toch weer nader tot elkaar komt in een open gesprek, zodat beide partijen toch hun doelen zouden kunnen behalen? Daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Bedankt voor deze vraag, meneer Roelofs. U heeft het over een valse start. Voor ons was dit niet eens een start, om heel duidelijk te zijn. Wij zijn ineens onderdeel van een nieuw plan waar wij nooit over geïnformeerd zijn. Dus voor ons is er nog geen officiële start geweest van dit project. U moet zich even voorstellen dat wij in één keer dat wij door de Duitsers geïnformeerd worden. En van de gemeente Hardenberg hebben wij officieel in deze nog niets gehoord. En uiteraard gaan we graag met de gemeente Hardenberg in gesprek. En ja, daar willen wij graag ruimte voor. Ja. Afsluitend, voorzitter. Uiteraard accepteren we ook graag uw uitnodiging, zoals we dat ook gedaan hebben van de mensen uit Bergentheim. En uw oproep om onze verantwoordelijkheden serieus te nemen, dat doen wij absoluut. En daar mag u ons aan houden. Tot zover. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Roelofs. Meneer Kuipers, ga uw gang. Dank u wel, mevrouw Badhuis. De meeste vragen zijn al gesteld. Ik was even nieuwsgierig. U geeft aan dat de wethouder al afspraken heeft gemaakt. En ik was even nieuwsgierig hoe u dat weet. Of waar u dat uit opmaakt. Ja, dat is een goede vraag. Hoe hebben wij dit vernomen? Dat hebben wij vernomen op die informatieavonden in Duitsland. De Duitsers waren ontzettend open in hun communicatie. En die hebben eigenlijk een boekje over gedaan over hoe het nou daadwerkelijk zit. Zij konden ons ontzettend goed informeren over de plannen aan de Nederlandse kant. We hebben daarna contact gezocht, verschillende buurtbewoners met de gemeente Hardenberg. En daaruit hebben we inderdaad ook begrepen dat er gewoon al afspraken zijn gemaakt. Zonder dat wij überhaupt ooit zijn geïnformeerd en betrokken in deze. Nee, ja, dank u wel. Het gevoel krijg je een beetje dat het op basis van geruchten is. Ik bedoel het niet verkeerd, maar snapt u mij? U bedoelt dat ik dit baseer op basis van geruchten. Nou, wat leuk is dat u dat zegt, is dat de gemeente vanmiddag nog een nieuw artikel op hun website heeft geplaatst over de vergoedingen. Ik raad u zeker aan om dat te lezen en ik nodig u daarna ook van harte uit om meer met ons in gesprek te gaan. Nou, die uitnodiging nemen we natuurlijk van harte aan en dank u wel voor uw antwoord. Dank u wel, ook mevrouw Bakhuis, hartelijk dank. Voorzitter, ik heb ook nog een vraag. Nou, ga uw gang, meneer. Ja, dank u wel voor uw heldere inspraak. Ja, er werd zojuist ook een A4'tje uitgedeeld. Hoort dat bij uw inleiding of hoorde dat bij de vorige? Dat is een goede vraag. Het papier wat net uitgedeeld is, komt niet van mij persoonlijk. Nee. Nou, oké. Want u zegt, want het ging net ook even over die bijdrage. Het is in Duitsland is het een goed gebruik dat de vergoedingen die worden toegekend in Duitsland, dat die ook in Nederland gelden. Dus volgens mij is dat oplossen. Ik ben blij met deze vraag, meneer Jonkans. Zo hebben wij namelijk ook begrepen in Duitsland. Wij zijn daar geïnformeerd. 79 omwonenden zouden gecompenseerd worden voor de windmolens in Duitsland. In een straal van 1500 meter eromheen. En dat moet u denken even aan vergoedingen van tussen de 30.000 en 70.000 euro
gedurende de looptijd. U ziet dat daar waarschijnlijk dan staan. Ja. De Duitsers daar van de NVB, die hebben heel duidelijk bij ons aangegeven, wij willen dat compenseren naar jullie, maar de gemeente heeft min of meer uitgeruld. Dus die heeft gezegd, wij zorgen wel voor de vergoeding van de Nederlanders. En over die vergoeding, meneer Jonkans, daar is ontzettend veel onduidelijkheid bij ons. En daar heeft de gemeente ons nog geen openheid over gegeven. Dus daarom willen wij ook erg graag weten welke afspraken de wethouder heeft gemaakt. Nou, dank u wel voor deze aanzet voor een vraag aan de wethouder. Hartelijk dank. Dat was dan wel de laatste vraagsteller, neem ik aan. Meneer Roelofs heeft een nabrander. Als laatste, ja. Meneer Roelofs. Even als reactie op uw laatste opmerking. Want meneer Jonkans stelt een vraag over vergoedingen. Zeer interessant. Zou het krijgen van een vergoeding uw primaire standpunt veranderen? Die triggerde mij even met uw antwoord. Nou, het primaire standpunt van de omwonenden is dat wij geen windmolens willen in onze achtertuin. Dat was denk ik heel duidelijk. Op het moment, zoals ik al zei, dat de procedure goed gevolgd is, wij echt een gebied zijn dat is aangewezen voor verdere ontwikkeling, dan willen wij graag aan tafel. En dan gaan wij dan willen wij graag als omwonenden met de gemeente in gesprek. Afhankelijk van de plannen gaan we het dan hebben over vergoedingen. Ik denk dat dat duidelijk is. En ik wil daar graag niet alleen over spreken, maar vooral met de buurtbewoners. Dus wij willen graag aan tafel. Ja. Hartelijk dank. Nou, dan mag u nu weer terug naar uw plek eindelijk. Maar dank. Voorzitter. Meneer Stelpstra. Ik weet niet of het mogelijk is om een ordevoorstel te doen om wellicht even een reactie van het college te krijgen gezien de hoeveelheid aanwezigen. Want dat zal straks ongetwijfeld terugkomen bij het meerjarenprogramma Duurzaamheid. Maar wellicht is het handiger om het nu direct met de wethouder te bespreken. U mag altijd een ordevoorstel doen. De vraag is even of de raad het met u eens is en daar maak ik dan even het rondje voor. Ik zie geknik, allemaal instemmend geknik. Nou, dat lijkt me dan duidelijk en dan wil ik wethouder Ten Kate vragen om op de vragen te reageren. Ja, voorzitter, dank u wel. Heel goed om, denk ik, direct hierop te reageren. Want, windmolens, we weten het. Het doet wat met mensen en dat kun je ook hier vanavond goed zien. Voorzitter, om maar even met de deur in huis te vallen. Er wordt gezegd van wethouder Ten Kate heeft afspraken gemaakt. Ik wil hier klip en klaar en heel duidelijk zeggen, er is niet één afspraak gemaakt door de wethouder Ten Kate als het gaat over het wel of niet verlenen van vergoedingen over, noem maar op. Zoals u weet als raad hebben wij, er zijn eerder vragen gesteld over het proces windmolens in Duitsland. We hebben toen gezegd van er zijn ambtelijke contacten geweest. Die ambtelijke contacten die zijn er nog steeds. Wij proberen goed te volgen wat er gebeurt in Duitsland. Het is aan zich eerst een proces wat in Duitsland plaatsvindt. Op ambtelijk niveau is daar dus, wat ik heb gezegd, goed contact over. Wij staan. Wat wij wel zien, dat is dat als Duitsland dit doorzet, waar wij natuurlijk bezwaar tegen kunnen maken, maar stel in het uiterste geval, ze komen er toch, dan betekent dat iets ook voor aan onze kant van de grens. Daarop hebben wij wel gezegd, en daar hebben wij u op 3 december ook over geïnformeerd, hè, want u hebt met elkaar gezegd van willen ze nu dan voortgangsgesprekken over duurzaamheid, met name over de rest, maar ook over andere zaken. Daar hebben we u 3 december ook over geïnformeerd. Op het moment dat het zo is, dat het allemaal doorgaat, dan staan ze er en dan hebben we er sowieso last van. Is het dan niet goed om als gemeente te kijken van, als er dan ook windmolens komen aan de Nederlandse grens, om dat dan daar ook te doen en dat te onderzoeken. Het is niet zo dat daar afspraken over zijn gemaakt, maar wij informeren elkaar over en weer aan de grens. Dus de Duitsers, als het gaat over hun plannen naar ons. En wij informeren ze ook als het gaat over het proces wat plaatsvindt tussen Kloosterhaar en Bergentheim en Sipkelo. Meneer Van den Berg heeft een vraag. Gaat dat hierover, meneer Van den Berg? Jazeker, mevrouw de voorzitter. Ik wou even, de heer Ten Kate geeft klip en klaar aan dat hij geen afspraken heeft gemaakt
Meneer Duiskant, is er naam, ook door de ambtelijke organisatie namens de heer Tenkade ook geen afspraak gemaakt? Nee. Nee hoor, wij hebben daar gesprekken over gehad. En als, wat wij met elkaar helder op tafel hebben liggen, dat is dat als er een gezamenlijke ontwikkeling zou komen van windturbines, hè, zou komen, dus ook aan de Nederlandse kant van de grens, dan komen de vergoedingen voor de Nederlandse kant voor rekening van de Nederlandse ontwikkeling. Iets wat vanzelfsprekend is, maar om daar maar helderheid over te hebben, is dat besproken. En de vergoedingen voor de Duitse omwonenden komen voor rekening van de Duitse ontwikkeling. Mochten ze niet aan de Nederlandse kant van de grond komen, dan komen er dus aan de, alleen aan de Duitse zijde van de grens, dan komen er ook vergoedingen voor de Nederlandse omwonenden vanuit de Duitse ontwikkeling. Want zo hebben we dat met elkaar altijd, dat is gewoon zo hoe het werkt. Afgelopen donderdag. Mag ik wil graag heel even, ik begrijp de emotie. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt en ook aanvoelt in ieder geval. Maar het zou toch fijn zijn als we de wethouder kunnen laten uitspreken en commentaar vanaf de tribune. Dat u mag de wethouder aanspreken straks in de hal als de vergadering is afgelopen, maar dat kunnen we nu niet doen. Ga uw gang, meneer Tenkade. Voorzitter, zou meneer Tenkade net nog één keer uitleggen willen leggen hoe dat precies in elkaar zit? Ja. Nou, wat ik heb gezegd, op het moment, even van hoe werken dit soort processen, op het moment dat er, mocht er aan de Nederlandse kant van de grens, over het gebied waar we het nu over hebben, windmolens komen, dan moet, want zo werkt dat nu eenmaal, als, dan moet er ook vanuit de Nederlandse kant met vergoedingen gewerkt worden richting de mensen die daar overlast van ondervinden. Dat is gewoon, dat is niet alleen iets wat wij nu hebben bedacht, maar zo werkt het, zo zit het wettelijk in elkaar. Er is ook een wettelijk proces als het gaat over Duitsland. Dat hebben ze volgens mij, wat ik heb begrepen, geprobeerd uit te leggen in de informatieavond die ook door mensen die hier nu zijn, is bezocht. Dat hebben ze daar geprobeerd uit te leggen, zeg maar. En wij staan op het standpunt, en dat hebben we medegedeeld aan de Duitsers, wij staan op het standpunt dat op het moment dat hier geen ontwikkeling plaatsvindt, dat ook de Duitsers moeten zorgen voor de vergoeding aan de Nederlandse kant. Het lijkt mij een hele logische gang van zaken, maar goed, dat is nogmaals, zo is zo wij in de wedstrijd staan. Waar wij u wel over geïnformeerd hebben, dat is dat op het moment dat wij bezig zijn met het gebiedsproces nu in Klooster Haarbergentheim-Sipkelo, dat hebben we in 3 december ook met elkaar besproken, daar zijn wij nu scenario's aan het ontwikkelen. En het zou kunnen zijn dat een van de scenario's is dat het initiatief aan de Nederlandse kant bij Waalderhaar, dat nu daarin bij betrokken wordt. Nogmaals, mocht dat op enig moment gebeuren, in Nederland, en in ieder geval in de gemeente Harnberg, vindt daar dan altijd een gebiedsproces, gaat daaraan vooraf, dus het gesprek met de inwoners. Maar zolang wij niet weten wat er gaat gebeuren, ja, is er dat nog niet. De informatievoorziening, want daar hebben we het ook over gehad, of daar gaat het ook over vanavond. De informatievoorziening, op het moment dat je nog niet weet wat er gaat gebeuren, is het lastig om daar iets over te zeggen. De avond in Duitsland was puur geënt op het informeren van de mensen aan de Duitse kant. He, dat was ook niet bedoeld voor de Nederlanders. We hebben wel gezegd van, joh, mocht het proces doorgaan, want het is aan de Duitse kant ook gezien de overheden, de gemeente daar, nog, allemaal nog, moet allemaal nog besloten worden en zit ook nog wel in een behoorlijke precaire situatie. Maar mocht daar verder gaan, dan komen daar, en daar gaan wij ook de Duitsers aan houden, dan moeten daar ook informatieavonden natuurlijk voor Nederland komen en wat het betekent voor Nederland. De informatievoorziening, die neem ik mij wel te harte van hoe gaan wij daar nu, hoe proberen wij nu zoveel mogelijk de informatie uit Duitsland deze kant op te krijgen, maar ook naar de inwoners van Klooster Haar. Misschien, voorzitter, hebben we te veel gefocust op het proces wat er op dit moment plaatsvindt, het genoemde proces Klooster Haar Bergentheim-Sipkelo. En dat we daar de informatie, want daar heeft de medewerker die is ook met naam is genoemd, die ook de contacten heeft met Duitsland, die doet daar wel iedere keer verslag. Maar vanwege het feit dat plaatselijk belang Kloosterhaar niet in die omgevingsadviesgroep zit, moeten wij er wel voor zorgen dat degenen die daar niet zitten, dat die wel goed geïnformeerd worden. En ik wil kijken, voorzitter, hoe we dat nog wellicht op een andere manier of een betere manier kunnen aanpakken.
Nou, voorzitter, dat is mijn eerste reactie. Voorzitter. Meneer Bak, ga uw gang. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg een bepaald gevoel van een déjà vu. Van een aantal jaren geleden toen we het ook over Delensvaart gehad hebben. En het is lastig, want we hebben een belangrijk onderwerp bij de kop. Duurzaamheid, energie neutraal worden, anders omgaan met onze leefomgeving. En hier zitten we weer. De weerstand is weer georganiseerd. Net zoals jaren geleden, want windmolens is altijd een hot thema. En wij als VVD hebben altijd gezegd, als er geen draagvlak is, vindt u ons niet aan uw zijde. En dat begint nu te gebeuren. En dat vinden wij heel spijtig, want wij vinden aan de andere kant dat er keihard gewerkt moet worden aan duurzaamheid. En dat stelt ons voor een ongelooflijk dilemma. En vanavond, we voelen de energie hier in de zaal. Ik voel de energie achter me. Dat doet in ieder geval wat met mij. En dat is ook een vraag, meneer Bak. Ik kom zo tot mijn vraag, mevrouw de voorzitter, als u me nog heel even de ruimte geeft. We kunnen volgens mij niet genoeg doen om te communiceren. En u hoort ook wat er vanavond gezegd is. U hoort ook wat de insprekers vanavond gezegd hebben. En ik wil graag van u horen wat u concreet denkt te doen om het probleem dat zich nu hier voordoet op te lossen qua communicatie. Ja, voorzitter. Wat ik aangaf, wellicht lag de focus qua communicatie en waar we ook volop mee bezig zijn, dat is het gebiedsproces, het genoemde gebiedsproces. Daar komt de ontwikkeling in Duitsland nu overheen. En daar hebben we, en daar hebben we ook van op de hoogte gesteld, daar hebben we gekeken van wat betekent het nu voor ons als er een ontwikkeling komt in Duitsland aan de andere kant van de grens. Nou, daarover vinden we dat we daarover met de Duitsers moeten praten. En wellicht alleen al het feit dat dat gebeurt, is goed om dat beter naar buiten te brengen. Dat gaan we in ieder geval nu aanpakken. Dat is één. En ik denk dat het goed is dat ik zelf ook nog eens even naar Kloosterhout toe ga om met de mensen in gesprek te gaan. En u maar gewoon te vertellen hoe wij in de wedstrijd zitten. Wat ik voor de mensen in Kloosterhout kan betekenen. Want ik vind het ik begrijp de emotie. Die emotie die zien wij overal. Dat zien wij ook tussen Kloosterhout en Bergentheim en andere processen. Duurzaamheid betekent iets voor mensen. En op het moment dat het dichtbij je komt, zijn het zonnevelden, is het wind. Het doet iets met mensen. En zolang ik van u de opdracht heb om aan het duurzaamheidsprogramma te werken en hiermee aan de slag te gaan, doe ik dat. Dat heb ik ook op een vraag van u destijds ook geantwoord. En dat doe ik met volle energie, omdat ik denk dat we toch die kant met elkaar op moeten. Maar wel liefst een proces gedragen door inwoners. En als daar nu fouten in zijn gemaakt, dan wil ik proberen die te herstellen. Meneer Van der Wel. Ja, voorzitter, dank u wel. Toch even een vraag aan de wethouder. Ik merkte net achter mij ook wat verwarring. En die had ik zelf ook een klein beetje toen u begon aan uw betoog. Hè. Eerst werd de vraag gesteld van, is er wel of geen afspraak gemaakt? Nou, u zegt klip en klaar, er is geen afspraak gemaakt. Heldere taal. En vervolgens begint u te schetsen over hoe het dan zou moeten gaan werken. De vraag is dan natuurlijk of dat al een afspraak is, of dat uw standpunt is waarmee u een eventuele onderhandeling in zou willen gaan. En dan zou mijn vervolgvraag zijn. Stel nou dat de Duitsers zeggen, dat is allemaal leuk en aardig, dat die Nederlanders compensatie willen. Maar dat doen we lekker niet. Hoe zit u dan in de wedstrijd? Nou, voorzitter, volgens mij heb ik dat nadrukkelijk aangegeven. Zijn de afspraken gemaakt. Wij hebben gesprekken met de Duitsers om aan te geven hoe wij vinden dat die processen lopen. Ik weet ook dat die processen in Duitsland soms anders lopen. Daar moeten we ook. Nou ja, dat is nu helemaal zo. Wij doen het op onze manier. Er werd hier gesuggereerd, er zijn al afspraken gemaakt dat er geen vergoedingen aan Nederlandse zijde hoeven worden te geven. Nou, dat is pertinent onjuist. Dat is niet zo. Want wij vinden dat op het moment dat er alleen maar wat in Duitsland komt, dat ook naar Nederland toe moet komen. Dat ook Duitsland dan goed moet zijn voor de afspraken die ze maken met hun eigen omwonenden, dat die ook hier naartoe moeten komen. Dus dat is hoe wij in de wedstrijd zitten en dat zullen wij ze ook blijven vertellen. Dat is
hoe het is. Ja, sorry dat ik dan toch even doorvraag, maar stel nu dat die Duitsers zeggen, nou meneer Ter Kater, wat mooi dat u dat vertelt, maar we doen het lekker niet. Wat gaat u dan doen? Nou ja, dan volgen de processen die daar, en ik hoop niet dat we daarin verzanden. Het lijkt me goed om gewoon met elkaar het gesprek aan te blijven gaan. Maar goed, dan hebben we gewoon de wettelijke procedures die daarvoor zijn. En die gaan we dan ook bewandelen. Voorzitter. Meneer Jonkhans. Meneer Van der Wel, als u dat wilt weten, kunt u gewoon een Duitse overheid opbellen en ze het vragen, zoals ik vanmiddag ook gedaan heb. En dan geeft de Duitse overheid aan van de regels die in Duitsland gelden, gelden in dit geval ook voor Nederland. Dus als een Duitse fabrikant of een ontwikkelaar een windpark ontwikkelt aan de grens en mensen in Nederland hebben daar last van, dan geldt voor de Nederlandse mensen dezelfde regels als voor Duitsland geldt. Zo is mij bevestigd vanmiddag. Nou, dat is mooi om te horen, voorzitter. Even voor de helderheid. Ja, ik hoor nu pas het verhaal van de heer Ten Kater. En stel daarom ook mijn vragen. En heb in de tussentijd niet de gelegenheid om even naar Duitsland te bellen. Dus vandaar dat ik dat nog niet gedaan had. Maar dank voor deze informatie. Hopelijk is dat ook zo. Oké. Meneer Bak. Voorzitter, dank u wel. Ik wilde nog even terugkomen op de communicatie. Want voor mij was het gesprek nog niet helemaal afgelopen toen u de heer Van der Wel het woord gaf. Want de wethouder gaf aan dat, en ik hoop dat ik het juist formuleer, dat mochten er fouten gemaakt zijn in het proces, dat u zeker bereid bent om een extra stap te zetten om die communicatie te herstellen. Maar laat ik in ieder geval vanuit de fractie van de VVD heel duidelijk zijn. Voor ons is het echt essentieel dat inwoners in alle openheid en transparantie worden geïnformeerd over wat hier speelt. En het gaat niet alleen over Duitsland, het gaat over alles wat met duurzaamheid en duurzame energie te maken heeft. Want alleen als de openheid er is en de belangen gewoon helder en duidelijk zijn, kan er een gesprek plaatsvinden en kun je uiteindelijk tot een gedragen besluitvorming komen. Dus dat is echt een harde kreet vanuit de VVD. Ja, voorzitter, maar daar zit wat mij betreft geen licht tussen zo hoe ik daarin zit. Dus dat gaan we doen. Of het geldt voor mij ook, dat de deur bij mij in het gemeentehuis ook open staat. Ook voor de mensen uit Kloosterhaar om langs te komen. En we hebben iets gehoord, beste wethouder, wilt u even uitleggen hoe het nou precies de vork aan de steel zit? Dat kan natuurlijk ook. Hartelijk dank. Ik kijk nog even rond, maar volgens mij zijn de vragen wel gesteld. Dank u wel voor deze toelichting. Dat brengt ons bij agenda punt 4. Het gaat over het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Kuipers, meneer Roelofs, ik ga toch even meeschrijven. Hoewel ik vermoed dat alle fracties wel. Meneer Boshoven, meneer Bak. Meneer Boshoven is er wel. Meneer Bak. Meneer Jonkhans, ik kijk even, ja. Mevrouw Verschuur. Ik begin links van mij, mevrouw Verschuur, ga uw gang. Dankjewel, voorzitter. Goed, er is al heel wat gezegd op dit moment over duurzaamheid. En het blijkt ook maar weer hoe belangrijk dit onderwerp is. Naar aanleiding van het stuk wat wij hebben gekregen, heb ik een aantal technische vragen gesteld en ik wil het ambtelijk apparaat daarvoor bedanken voor de snelle beantwoording. Het rest mij dat ik nog wel een aantal vragen over heb en die zal ik dus nu ook stellen. We hebben het op pagina 27 wat gesproken over 7 initiatieven en daar staat dus ook Baal der Haar onder, de Zandwitplas. Dit beslaat ongeveer 50 hectare. De gemeente is daarbij vanuit gegaan dat in totaal ongeveer 60 hectare zand op land nodig is. Want in onze coalitieakkoord wordt gesproken over een mix van zand op land. Graag wil ik weten van, we hebben nu 50 hectare, in hoeverre is dit leidend? En vanuit onze fractie zand op land, in hoeverre, en we willen dat zoveel mogelijk vermijden in verband met ik kan niet zo goed op de naam komen. Maar in ieder geval, ik wil graag daar wat helderheid over. Even zien. Oh ja, pagina 36 hebben we het over de laagtemperatuur, over Waarvin. Graag wil ik weten, want laagtemperatuur,
Naar mijn weten hoort daar ook een andere warmtebron erbij naast. Hoe verhoudt zich dit met de kosten? Verder zie ik in het stuk, er wordt wel een stukje geschreven over de financiering, maar dat is sumier. Wordt ook aangegeven, hè, dat het deels eindigd is en van tijdelijke aard en dat er structureel nog niets is geregeld. Graag wil ik van de wethouder weten van wat dit met de begroting meegenomen of worden we daar tussentijds van op de hoogte gesteld. Op pagina 51 wordt gesproken over een risico bij de uitvoering. Hier wordt ook aangegeven, hè, dat sommige maatregelen minder snel of niet gerealiseerd kunnen worden. Mijn vraag is dan ook van, hè, kan ik ervan uitgaan, of onze fractie, en dat hier ook bijvoorbeeld een PDCA-cyclus wordt toegepast, hè, even geëvalueerd op het moment dat een pilot ingezet wordt, en waar gaat het mis, wordt er dan ook een aanpassing gedaan, houden we daar zicht op. Op diezelfde pagina wordt ook aangegeven, hè, dat er best wel veel doelstellingen zijn. Mijn vraag daarin is ook van, wordt er getrechterd? Dus wat is de bedoeling? Gaan we echt alles wat hier vermeld staat tegelijk aanpakken? Is dat realiseerbaar? Verder de energieloket. In het stuk wordt vrij veel gerefereerd aan het energieloket. Terwijl dat in de eerste pagina's eigenlijk al wordt aangegeven dat het op dit moment niet zeg maar rendabel is. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ja, hoe nu verder? Hè? Want in het stuk wat ik net al aangaf, vrij veel aan gerefereerd. Ik zie hierin dan ook geen communicatieplan van hoe gaan we dit dan doen? Dan heb ik nog in het algemeen heb ik nog de zonnedakrevolutie. Ik zie toch wel wat en zon op daken, maar ik zie hem niet terugkomen. Communicatieplan heb ik aangehoord. En dan heb ik nog een aantal vragen naar aanleiding van de technische vragen. Ik weet niet of de wethouder in hoeverre ze technisch zijn of politiek, maar dan hoor ik dat wel. Ja, want de technische vragen die willen we dan ook eigenlijk niet laten beantwoorden. Die zult u dan technisch moeten stellen nog even. Het is voor mij niet echt helder van, is dit technisch of is dit politiek? Okay, dus stelt u ze maar. Ja, is goed. Ik heb namelijk een vraag gesteld over, en in het stuk wordt aangeroerd over meerdere initiatieven. Dat die zijn geweest voor energiecoöperaties. Ik heb hier een vraag naar gesteld. En over welke initiatieven hebben we dan? Nou, we werd aangeroerd Deernsvaart, rondom Hatjema, Centrum Hardenberg, Bruchtenveld, Baaldeveld en Balkbrug. En ik heb daarop doorgevraagd van, zijn deze initiatieven ook ingewilligd? Is hier ook een akkoord voor gegeven? En zijn ze niet ingewilligd? Om welke redenen dan? Het antwoord is eigenlijk algemeen. Waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is van, want als we naar pagina 32 gaan, dan hebben we het weer over die energiecoöperaties. Ik denk dus in het verleden hebben we al initiatieven, mensen die iets van plan zijn geweest om iets samen te stellen rondom duurzaamheid, zijn om organisatorische redenen niet doorgegaan. Op pagina 32 wordt aangegeven dat we dat juist wel willen. We zetten juist meer in op coöperaties. Waar ik eigenlijk naar op zoek ben van, wat waren die initiatieven toen? Had dat te maken met zon, wind of de warmtetransitie? En kunnen we hier op dit moment nog wat mee? Even zien. Nee, dat was het eerst, voorzitter. Dank je wel. Dank u wel. Meneer Kuiper, schuigang. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het allereerst een ambitieus plan. Zoals het stuk zelf ook zegt, is het daadkrachtig en toont het lef. Iets wat wel past bij onze gemeente, namelijk durven doen. We hebben ook gezien dat de ambtenaren veel hebben gedaan aan het betrokkenheid bij het maken van dit stuk. En daar willen we ze ook de complimenten voor geven. We hebben nog enkele vragen en mogelijke aanscherpingen. Maar dat laatste is ter beoordeling van de wethouder en daarna de raad. Wij zouden graag de wethouder willen uitdagen of de energiebesparing nog een klein beetje hoger kan, naar bijvoorbeeld 2%. Ziet de portefeuillehouder daartoe mogelijkheden en wat is daarvoor nodig? Daarnaast zijn wij blij met het energieloket, maar zijn we nieuwsgierig naar hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt,
hoe bekend het is en of er ook aandacht of over nagedacht is om het in andere vormen in te zetten. En zo ja, welke? Nou, betreft de educatie. Er worden mooie dingen gedaan in de koppel. Zouden wij als gemeente naast dit nog meer kunnen doen voor het middelbare en hoger onderwijs? Op dit gebied zien wij namelijk nog mogelijkheden om het bewustwordingproces te verbeteren. En hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan? Wat wij missen als fractie is in dit stuk is een hoofdstuk rondom de communicatie. Nou, dat heeft ook alweer een beetje gebleken vanavond. Er wordt door het stuk heen al wel gesproken over actief ondersteunen, activeren en bewustwording. Hierbij vinden wij als ChristenUnie dat bij een onderwerp als deze met zoveel impact voor iedereen in de gemeente, dat er goed over nagedacht wordt hoe dit gecommuniceerd moet worden. Het is wat ons betreft zelfs goed om na te denken over een strategie per doelgroep of per kern. Als voorbeeld, u schrijft inwoners en ondernemers aan het werk te willen zetten. Wij zouden graag horen hoe dit dan gaat lukken. Wij willen, met volgens mij iedereen hier, graag meer corporaties als Lutte Levert. En hoe kunnen we dit realiseren? Daarnaast vragen wij ons af wat het gaat doen om duurzaamheid voor de particulieren financieel aantrekkelijk te maken. Kan dit bijvoorbeeld in de vorm van een gunstige lening? We zouden namelijk de investering dichter bij de mensen willen brengen. En kunt u aangeven wat u hiervoor doet of wellicht nog wil gaan doen? In het meerjarenprogramma lezen wij ook dat de woningcorporaties een groot aandeel hebben in de duurzaamheidsopdracht. Kunnen wij deze partijen meer of sneller aan de slag laten gaan met duurzaamheid? Is het college voornemens deze ambities ook onderdeel te laten worden van prestatieafspraken met corporaties? Hoe neemt u de raad mee in alle ontwikkelingen? Hij gaat ons alleen jaarlijks rapporteren. Of worden wij er ook periodiek geüpdate over de stand van zaken? Is hier bijvoorbeeld een dashboard voor te maken? Onze laatste vraag gaat dan over de financiële dekking. Staat deze is eindig en niet structureel. Wat is nodig om dit wel te realiseren? En dan heb ik eigenlijk nog een vraag die ik graag ook even aan iedereen voor wil leggen. Wij willen namelijk voorzichtig omgaan met onze landbouwgrond. In het stuk wordt er al iets over gezegd, maar hoeveel landbouwgrond denkt u nodig te zijn in 2030 om onze doelstellingen te halen? Is het een idee om hier een maximum van te maken? En dit wil ik graag, namelijk met het oog op de rest, wij zouden het niet wenselijk vinden als wij in onze gemeente kostbare grond moeten opofferen, omdat andere gemeentes hun eerste stappen in de rest al niet kunnen maken. Dank u wel. Ik zou willen voorstellen om dat rondje te maken na de beantwoording van de portefeuillehouder, als u dat goed vindt. Oké, dank u wel, meneer Kuipers. Meneer Jonkans, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al veel gezegd over de kwaliteit van het stuk. En het is inderdaad plezierig leesbaar, er zitten leuke plaatjes bij, dus wat het inzichtelijk maakt. Maar wat ik eigenlijk nog wel mis, en dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van meneer Kuipers, ik mis wel een concrete vertaling in over hoeveel windmolens hebben we het nou eigenlijk en over hoeveel hectare zonneveld. En dan kom ik tegelijkertijd bij een andere vraag die ik heb. Ik lees in het stuk dat er 5,6% is ingeschat om te beleggen van daken. Zoals u weet is er een zonneladder van kracht waarbij gevraagd wordt of geëist van dat eerst de daken aan de beurt komen en dan de landbouwgrond. Nou, 5,6% is wel heel weinig. Als je weet dat nationaal is uitgerekend door het bureau overmorgen dat 30% ongeveer haalbaar moet zijn. Maar dan moet je ook echt wel je stinkende best doen. Maar dan vind ik 5,6% vind ik wel erg weinig. Ik bedoel, er zijn mij ook cijfers bekend van andere gemeentes die tot de 20 en zelfs wel 25% gaan. Dan de coöperaties ondersteunen. Er zijn zeer veel manieren om dit te doen. In de regio zie je ook dat zelfs gemeentes verder gaan. Die gaan zelf een energiebedrijf oprichten. Nou kan dat best een hachelijke onderneming zijn, maar het kan
Je kunt ook een energiebedrijf oprichten die een aantal zorgen van die coöperaties wegneemt. In hoeverre staat, hoe staat de gemeente daar tegenover? En wil de gemeente dat ook oppakken, eventueel in een regionaal verband? Want ik zou me kunnen voorstellen, als je dat instapt in een wat groter windpark, dat dan de risico's alleen voor een gemeente ook groot zijn. En misschien moet je dat wel op provinciale schaal oppakken of landelijk. Daar graag ook een antwoord op. Wat ik ook mis in het verhaal is eerlijk gezegd, er wordt wel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en ook aan, aan energieopwek. Maar ik mis de combinatie van beide. Ik bedoel, klimaatadaptatie, bijvoorbeeld gebieden die regelmatig overlopen met water, die zou je ook prima kunnen benutten om eventueel, zonnepanelen op te zetten of misschien wel een windmolen om toch een verdienmodel te creëren voor de eigenaar van die grond. Dus daar ook graag wat aandacht aan. Dat was het. Dank u wel, meneer Jonkhans. Meneer Roelof, schuigang. Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid is mooi. Laat ik daarmee beginnen. Alleen is dat werken aan dat gezamenlijke doel wat we met elkaar gesteld hebben niet altijd makkelijk. En we zien ook vanavond weer dat het de gemoederen duidelijk bezighoudt. En dat blijkt maar weer eens uit dat je deze stappen alleen maar met elkaar kunt doen. Dus niet één begint het en begint een plan en begint pas daarna met communiceren. Communiceren, meneer Bak refereerde ook al aan. Meneer Kuipers noemde er al iets over. Dat is wederom de essentie van deze discussie. En ik vind het jammer dat die bij elke discussie opnieuw weer zo uitgebreid benoemd moet worden. Laat ik dat als eerste gezegd hebben. Uiteraard hebben we ook een aantal vragen. In het stuk staat dat dat de gemeente selectief te werk moet gaan in haar aanpak en niet alles tegelijkertijd op kan pakken. Heeft dat impact op de wijze waarop we onze doelen gaan realiseren? En heeft het bijvoorbeeld ook impact op de manier waarop wij besluiten zorgvuldig en samen met onze inwoners nemen? Gaat het ten koste bijvoorbeeld van de communicatie, zoals we net al constateerden? En aansluitend daaraan, waar ligt onze prioriteit richting 2050? Hoe gaan we dat invullen? Daar heb ik graag een toelichting op. Zoals de infrastructuur en ook de gemeente haar grenzen kent in capaciteit, geldt dat wat mij betreft ook zeker voor onze inwoners. Waar we hen vragen zitting te nemen in bewonersgroepen of adviesgroepen, vragen we niet alleen om tijd, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor hun directe leefomgeving en keuzes te maken die niet alleen hunzelf, maar ook hun buren en kennissen aangaan. Hoe kunnen we als raad monitoren hoe het proces in deze werkgroepen nou verloopt? En aansluitend daarop, hoe kunnen deze mensen die verantwoordelijkheid nemen, nou aan hun omgeving uitleggen wat daar gebeurt en hoe vindt die communicatie plaats? Dat vind ik wel een belangrijke, om die mensen daar ook meer informatie over te geven. Wij zeggen altijd dat we het samen doen met inwoners en ondernemers. In het stuk staat onder andere iets over het energieloket, werd al eerder aan gerefereerd. En ik zou graag weten op welke manier dat gebeurt. De online peilingen zijn mooi, de praatpalsessies waren interessant, de pubquiz was een geweldige avond. En die hebben we gebruikt om onze inwoners te betrekken. Maar er mist nog een belangrijke stap en dat is misschien wel de belangrijkste. Wat als ik als inwoner nou iets wil doen? Waar begin ik? Wat kan er allemaal? Wat kost het? Waar helpt de gemeente mij in? Wat moet ik zelf allemaal regelen? Kan ik het samen met mijn buren doen? Zijn er meer mensen die daar belangstelling voor hebben? Daar zit echt een grote kans en ik mis de invulling daarvan. Dus hoe denkt u dat in te gaan vullen, dat stuk? Zoals altijd zijn we blij met de verwijzing naar innovatie. Daar worden we altijd enthousiast van. Als innovatie ergens een belangrijk verschil kan maken, dan is het wel op dit gebied. En daar blijven we elke keer weer op wijzen. En we zien ook dat zaken snel veranderen. Als voorbeeld zou ik de pelletkachel willen noemen. Eerst een gigantische mooie uitvinding, zwaar subsidie op te krijgen. Inmiddels is die subsidie afgeschaft. En dat leidt mij tot mijn vraag. Eigenlijk zoek ik daarin een bevestiging. Er staan een aantal doelstellingen benoemd. Maar met het accepteren van dit voorstel geven we geen akkoord aan welk actueel project dan ook. Zou u dat aan mij willen bevestigen alsjeblieft? Terug naar de stelling dat we het samen moeten doen. We hebben informatie gekregen over de windmolenplannen in Duitsland en aan de Nederlandse kant in Kloosterhaar. Als fractie waren we onder andere aanwezig op die bijeenkomst in Itterbeek. Vindt u niet dat we de lasten voor die windprojecten op dit moment voor een te groot deel in het gebied Kloosterhaar en Bergentheim neerleggen?
en op deze manier heel Hardenberg Zuid insluiten. Dat is meer een filosofische discussie. En aansluitend op de schriftelijke vraag die we eerder stelden, vindt u dat in de huidige aanpak de lusten en de lasten eerlijk verdeeld zijn tussen de energiereuzen, de windboeren en de omwonenden? Vragen we offers van inwoners op dit moment, of hoeven inwoners zich geen zorgen te maken? En een detailvraag, we hadden het al even, wat als Duitsland en wat als Nederland? Laat ik hem zo uitgebreid mogelijk stellen. Stel nou dat er iets aan Duitse kant gebeurt en aan Nederlandse kant. Krijgen de mensen die daar twee keer last van hebben dan ook twee keer compensatie? Want die blijft wat mij betreft even zweven, die vraag. U weet dat we als CDA zuinig willen zijn op onze landbouwgronden en op onze natuur. In dat kader zou ik graag een vraag willen stellen over de Engbertsdijkse venen. Wethouder Breukelman had het er in de raadsvergadering ook al even over. Engbertsdijkse venen is een prachtig natuurgebied, wordt ook heel erg in geïnvesteerd. Onder andere hebben we daar kraanvogels. En enerzijds maken we regels om die dieren te beschermen. En die regels die zijn niet mals, kan ik u zeggen. En aan de andere kant houden we daar zelf geen rekening mee door aan alle kanten windmolens neer te zetten. Kunt u daar eens op reflecteren? Positief als we zijn, voorzitter, geloven we ook dat dit onderwerp kansen biedt. Voor inwoners, maar zeker ook voor bedrijven. Kansen om minder afhankelijk te worden van de energierekening, die voor menig inwoner behoorlijke hap uit het besteedbaar inkomen neemt. Maar om deze kansen te kunnen pakken zijn middelen nodig, die niet bij elk huishouden of bij elk bedrijf beschikbaar zijn. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk een kans krijgt om hier aan mee te doen? Ziet u een rol voor de gemeente weggelegd om bijvoorbeeld inkoopcombinaties te faciliteren? Specifiek denken we hierbij bijvoorbeeld aan de kleine windmolen. En dan hebben we het over echt kleine windmolens. En als ik daar verder op inzoom, hoe kijkt u naar de mogelijkheid om deze kleine windmolens, vooral bij agrarische bedrijven, ook buiten bouwblokken toe te gaan staan, om die transitie te versnellen? Afsluitend, daar waar wij het voor doen, en wat u ongetwijfeld mee zou willen nemen in uw inleiding, waar staan we op dit moment en gaan we samen de doelstellingen halen? Tot zover. Dank u wel, meneer Roelofs. Meneer Bakker, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Er zijn natuurlijk al heel veel vragen gesteld, maar er blijven voor mij nog wel enkele over. Zo worden samen met het netwerkbedrijf verkennend gekeken naar de mogelijkheden van duurzaam groen gas. Hoe moeten we dit zien in verband met het gasloos bouwen? En er zijn veel deelnemende partijen, bedrijven die zich met deze materie bezighouden. Hoe houdt de gemeente hier de regie over? Vervolgens heb ik nog een vraag over het mogelijk maken van de aansluitingen. Er zijn binnen onze gemeente 3 netwerkbedrijven actief. Kunnen de geplande projecten doorgang vinden? Zoals ook het op het laatst toegevoegde project op het zandwindlocatie van de Balderhaar. En dan heb ik nog een vraag over de klimaatadaptatie. Binnen onze gemeente worden er veel bomen gekapt. Zowel door de gemeente, maar ook heel veel door particulieren. Er is een herplantplicht, maar is hier ook controle op? Vervolgens heb ik nog een vraag wat een beetje aansluit op de windmolens aan de Duitse grens. Stel dat daar toch windmolens gebouwd worden aan de Nederlandse kant. Worden die dan in mindering gebracht op het project Bergentheim Kloosterhaar Sipculo? Tot zover mijn vraag. Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn al heel wat vragen die ik heb kunnen wegstrepen. Ik zal mijn best doen om niks te gaan herhalen, maar ik kan dat niet verzekeren, voorzitter. Voorzitter, allereerst de communicatie. De heer Roelofs tikt het ook al aan en eigenlijk alle woordvoerders wel. Want hier zijn toch wel lessen uit te leren en hier gaan dingen niet goed. Terwijl communicatie juist als het gaat over deze duurzaamheidsambities zo ontzettend belangrijk is. En die duurzaamheidsambities die steunen wij als GroenLinks natuurlijk van harte. Wij zijn ook blij dat we als gemeente, lef tonen noemde de heer Kuipers het, onze verantwoordelijkheid pakken. Voorzitter, dan ook nog even in een stuk, daar zijn de SDG-doelstellingen in opgenomen. Daar mijn complimenten voor. Laat dat een voorbeeld zijn voor andere voorstellen.
Voorzitter, even kijken, die heb ik weggestrekt. Dan over de warmtebehoefte nog. Wij lezen dat er aan de transitievisie warmte wordt gewerkt samen met Kogas. Is dat niet vreemd om dat samen met een commerciële partij te doen? Kogas heeft hier toch een belang in. Hoe zit dit? Kan daar even op worden gereflecteerd? Voorzitter, heel veel fracties hebben over het energieloket gesproken. En dat doet mij goed, want daar heb ik in het verleden ook al eens wat woorden over gesproken. Want dat moet echt veel meer naar de voorkant. En een communicatieplan droeg mevrouw Verschuur aan. Dat lijkt me heel goed, maar er moet hier echt een structureel soort marketing-communicatieplan voor komen. Want er wordt gewoon te weinig gebruik van gemaakt. En dat slaat eigenlijk een bruggetje naar de educatie. Goed om te lezen over natuurcentrum De Koppel. Alleen hebben wij hier wel vertrouwen in, want de koppel doet echt meer dan van ze gevraagd kan worden. En die educatie- en voorlichtingsopgave die ligt ook gewoon hier in dit huis. Een poos geleden stonden hier in de centrale hal van die mooie proefopstellingen over duurzaamheidsdingen die je zelf in je eigen huis kunt doen. Waar zijn die gebleven? Kun je die hier niet gewoon permanent neerzetten? Voorzitter, want we moeten blijven uitdragen wat een ieder thuis kan doen. Dan nog over de circulaire landbouw. Daar staat heel kort iets over genoemd. Wanneer kunnen we daar wat meer concreets over verwachten? Vooropgesteld dat wij daar een groot voorstander van zijn natuurlijk, zouden we daar graag wat concrete zaken over willen lezen. Hoe u dat wil bewerkstelligen. Al is het natuurlijk goed dat u met uw eigen inkoopbeleid al wat dingen wilt doen, maar ik hoor daar graag meer over. Voorzitter, ik ben blij met de woorden van wethouder Ten Kate die hij net uitsprak over de informatievoorziening, zijn reflectie daarop. Ik hoop dat hij voortvarend te werk kan gaan om de relatie met de omwonenden Baldehaar Kloosterhaar te herstellen, want hier ligt echt een forse opgave. Voorzitter, dat was het voor nu toe. Dank u wel, meneer Boshoven. Meneer Bak, u sluit de rij. Dank u wel, voorzitter. Met natuurlijk het risico dat het gras voor mijn voeten weggemaaid zou zijn, maar niets is minder waar, voorzitter. We hebben kennis genomen van het stuk en we vonden het vanuit de VVD-fractie een prima en degelijk stuk. Positief en aangenaam verrast dat het stuk ook wat breder was dan alleen de energietransitie. Goed dat er ook over klimaatadaptatie en circulariteit gesproken werd. Ik kom daar straks nog even terug op in mijn betoog. Maar wat voor ons eigenlijk door het hele stuk wel heen klikt, is dat het toch wel wat oppervlakkig en instrumenteel is. Het zijn misschien stevige woorden, maar wat ons betreft zou er wel wat meer ambitie in mogen. Waar de heer Kuipers het lef noemt, kan ik dat nog niet onderschrijven. Wij zouden graag echt lef zien en de opgave grootser maken. Van ons mochten er best wel wat luchtkastelen geschreven worden. De ambitie wat hoger om ook in te gaan op nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe mogelijkheden. Meneer Bak, bedoelt u met luchtkastelen windmolens? Ja, dat was een voor de hand liggende. Dus ik heb ook even zorgvuldig gewogen of ik hem wel zou gebruiken of niet zou gebruiken. En met luchtkastelen bedoel ik geen windmolens. Maar met luchtkastelen bedoel ik wel wat meer ambitie. En soms moet je luchtkastelen bouwen. Iets neerzetten wat niet helemaal haalbaar is. Om uiteindelijk je doel te bereiken. En dat is de bedoeling van het woord luchtkastelen, meneer Stelstra. Voldoende uitleg zo. Maar laten we even helder zijn. Voor ons gaat het verder dan wat hier nu voor ligt. Wat hier nu voor ligt is meer van het oude. En als we meer van het oude krijgen, krijgen we ook weer meer tegenstellingen. En die willen we nu juist voorkomen. En dus laten we nu met elkaar op zoek gaan naar de ambitie. Naar de wil van de inwoners van deze gemeente. De wil van de ondernemers in deze gemeente. Om te veranderen en duurzaamheid aan te jagen. En dat gaat niet alleen over energietransitie. Want we focussen ons weer veel te veel op die energietransitie. Het gaat veel meer over circulariteit. Circulariteit is uiteindelijk in 2030 het stikstof van nu. Grond- en hulpstoffen raken heel snel uitgeput. En als je eenmaal gaat zien hoe je zaken kunt terugwinnen, hoe je CO2 kunt terugwinnen, hoe je duurzaam kunt ondernemen, dan verandert er iets.
En het is niet alleen de energie, het zijn niet alleen de windmolens, het zijn niet alleen de zonnevelden die ons verder gaan helpen, want we doen het uiteindelijk allemaal voor de reductie van CO2. Er zijn ook andere mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. En dat mis ik, die ambitie, dat luchtkasteel, mis ik absoluut in het stuk wat hiervoor ligt. Dan zult u misschien aan ons vragen, hoe dan? Daar praten we graag ook met u verder over. Daar gaan we graag met u ook over in gesprek. Het voert nu te lang, want ik zie de voorzitter alweer kijken. Meneer Bak heeft al heel veel woorden nodig. Nou, dus laten we dat nu niet doen. Maar volgens mij is mijn beeld helder en duidelijk. Dan hebben we ook nog een aantal zorgpunten. Want u zet heel erg in op elektrificatie. Kleine windmolens, zonnevelden, zon op dak. Nou ja, hoe gaan we dat in vredesnaam realiseren? Het netwerk in Dedemsvaart zit nu al vol. Nexus heeft nu al niet de capaciteit. De Tennet moet enorm gaan investeren. Gaat ons dit helpen? Of moeten we toch naar een andere koers die ik zojuist duidde? Wat gaat de portefeuillehouder concreet doen om deze problemen op te lossen? Hardenberg zit ook bijna vol. Dus als we met elkaar windmolens willen bouwen, als we met elkaar zonnevelden willen aanleggen, de daken vol willen leggen, moeten we daar een oplossing hebben. Dan nog een inhoudelijke vraag over het warmtenet. Hoe ziet u dat voor zich? Het netwerk ligt er eenmaal. En er wordt wel geschreven dat we van het aardgas af moeten. Maar wat moet het dan worden? En tot slot, en dan zal ik het voor nu beperken tot deze eerste termijn. Heb ik niks gezien over de opslag van energie. Ik heb niks gezien over waterstof. En waterstof is enorm in ontwikkeling. En laten we alstublieft dat betrekken in het voorstel en het meerjarenplan dat nu voor ligt. Het vergt enorm veel investeren, maar laten we daarmee aan de slag gaan. Dank u wel, voorzitter, voor de tijd die ik gekregen heb. Graag gedaan, meneer Bak. U ook bedankt. Dan kijk ik even achter mij. Ik wil eigenlijk graag het woord geven aan de portefeuillehouder. Een hele rij vragen. Voorzitter, dank u wel. Nou, ik kon zo snel niet meeschrijven. Dus ik ga ervan uit dat ik wel aan een vraag word herinnerd als ik hem niet beantwoord. Even in het algemeen, voorzitter. Er was een meerjaren duurzaamheidsprogramma. Er zijn er inmiddels 3 gemaakt. En dat betekent dat Hardenberg al heel vroeg heel ambitieus was als het ging over duurzaamheid. En daar profiteren we op dit moment van. Want er zijn al heel veel goede dingen in gang gezet. Er zijn al heel veel dingen gerealiseerd. En daarmee kunnen wij goed in gesprek als het gaat over de regionale energietransitie. Even nog, wat is de regionale energietransitie? Het Rijk heeft een klimaatakkoord gesloten. En heeft daarvoor Nederland in 30 regio's opgedeeld. En die regio's die zullen aanmoedigen geven bij het Rijk wat hun bijdrage zal zijn in het hele klimaat, in de energietransitie. Hardenberg valt in Nederland in het gebied Overijssel-West. Overijssel is in 2 gebieden opgedeeld, Overijssel-West en Twente. Met de gemeenten die in dat gebied vallen, Overijssel-West, zijn we met elkaar in gesprek over hoe zo'n goed of slecht of wat ook maar bot wij kunnen doen, maar natuurlijk goed. En welke bijdrage ze al die gemeentes kunnen doen om goed voor de dag te komen bij het Rijk. En als ik zie in al die gesprekken hoe wij daarin zitten en wat wij kunnen bieden, dan denk ik dat het heel goed is geweest dat in het verleden Hardenberg, en daar probeer ik maar op te doelen, al heel ambitieus was, want wij komen daar echt goed weg. En je ziet ook in de andere gemeenten nu allerlei zaken oppoppen. En nou, ik denk dat wij gewoon daarom ambitieus verder moeten. Maar misschien ook wel niet te veel voor de muziek uit moeten lopen. We moeten natuurlijk blijven innoveren, we moeten nieuwe dingen blijven doen. Maar het is ook goed om te kijken van wat doet anderen om ons heen. En ik heb het vaker met u over de rest gehad. En dat wij ook echt blijven zorgen dat we in ieder geval dat doen wat goed is voor onze inwoners. En dat wij niet de opdracht vanuit andere gemeenten deze kant ophalen. Dat is de insteek zo wij erin zitten. En nogmaals, het 4e duurzaamheidsprogramma. Ik ken gemeenten die nu nog bezig zijn met elkaar om het eerste te maken. Voorzitter, we hebben geprobeerd
om te kijken van wat stond er in het derde duurzaamheidsprogramma en wat moeten wij nu nieuw toevoegen en waar zijn we mee bezig, want het is een zaak van lange adem en je ziet dat er heel veel projecten in gang zijn gezet die we nu gaan continueren en daardoor lijkt het er ook wel een beetje op en dan kijk ik even naar de VVD, dus van ja, er zit misschien wel wat te weinig vernieuwing in, wat te weinig lef. Ik kan u zeggen, we hebben echt op dit moment de handen vol aan datgene wat we op dit moment doen. We hebben projectleiders die echt tot aan de oren aan toe in het werk zitten om alle dingen te realiseren en om daarmee aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat we geen nieuwe dingen moeten pakken, dat doen we ook wel. Een van de grootste nieuwe dingen die er volgens mij duidelijk uitspringen, dat is dat we volop aan de slag willen met het gebruiken van het netwerk wat er ligt van Arendo en van Kogas. Daar hebt u ook een opmerking over gemaakt, daar kom ik straks ook nog even op terug. Wij denken dat er echt grote kansen liggen voor het goede netwerk wat er in de grond ligt. En dat we dat inderdaad zo goed mogelijk moeten gaan gebruiken. We moeten van het aardgas af. Ik zeg het nog iets voorzichtiger. Ik denk dat we moeten zorgen dat we een goede daad verrichten richting de mensen in Groningen. Daar hebben we een enorme problematiek. En ik denk dat we met elkaar in Nederland moreel verplicht zijn om daar gehoor aan te geven. En ik denk ook, ik zeg het maar gewoon zoals ik er zelf over denk. Allemaal in de toekomst helemaal van het gas af. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Als je ziet dat 1/3 van de energiegebruik op dit moment de elektriciteit is. En dat 2/3 de warmte is, dus het gas op dit moment. Als je ziet dat de netwerkbeheerders nu al moeite hebben, waar u ook al een aantal sprekers iets van hebben gezegd. Dat die nu al moeite hebben om de initiatieven die er zijn op het net te krijgen. Dat er al heel veel voorbij kabels en transformatoren en weet ik het wat allemaal aangelegd moeten worden om aan de verduurzaming die waar we nu mee bezig zijn, om daar gehoor aan te geven. En je zou dan de 66% in gas ook nog moeten elektrificeren. Nou, dan wordt dat een megaklus en dat is in 2050 denk ik niet geregeld. Dat betekent niet dat we dan moeten zeggen we doen helemaal niks, maar laten we dan vooral dat netwerk, dat gas en groen gas daar zoveel mogelijk voor gaan gebruiken. Dat is het nieuwe wat er vooral in dit duurzaamheidsprogramma zit. Voorzitter, ik ga naar de vragen die zijn gesteld. Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag stellen? Heer De Kade praat over van het gas af. Maar is het dan ook mogelijk om die gasleiding te gebruiken voor waterstof? Is dat nu een veel betere optie? Ja, dat kan heel goed. Ik weet ook dat er zelfs stemmen opgaan dat zeggen van we kunnen groen gas met waterstof vermengen. Ik denk dat we alle innovaties en alle initiatieven die er zijn om het reguliere aardgas te vervangen en daar iets anders mee te gaan doen, dat we die moeten omarmen en dat we daar vooral moeten participeren. Ik weet dat in de gemeente Hogeveen komt een waterstofwijk. Die wordt vooral Rendo is daarbij betrokken. Nou, we zijn volop met Rendo ook in gesprek om te kijken hoe kunnen wij daarbij aanhaken. Vertel ik u straks nog iets meer over als we spreken over het groengas. Voorzitter, een aanvullende vraag. Is het dan wel verstandig om die gasleidingen niet aan te leggen? Kunnen we dan niet veel beter ook in die nieuwe projecten nieuwe leidingen aanleggen? Ja, voorzitter, die vraag die is volgens mij ook al gesteld, dus die zou ik ook meenemen. Maar ik wil het ook direct op beantwoorden. Van hoe zit het nu? Volgens mij was het een vraag van op koers. Hoe zit het nu als we bezig gaan met groen gas, met het wel of niet aansluiten van nieuwbouw? Ja, voorzitter, het is gewoon landelijk een regeling dat het verplicht is dat er nieuwbouw niet op het gas mag. Daar zijn uitzonderingen voor te krijgen. Die uitzonderingen worden ook volop wel gegeven. Wij zijn in gemeente Hardenberg in het verleden daar ook eens een keer op aangesproken door het ministerie. Omdat we daar nog mee doorgingen. Er is nu gezegd van ja, vooral nieuwbouw, daar is het zeg maar heel in die zin het makkelijkste in te realiseren. Om de warmte wel in elektrisch te doen. Want je bent aan het nieuwbouwen, je hoeft niet te verbouwen, want dat is altijd veel lastiger. Dus in die zin gaan ze daarmee door. Absoluut, het groene gas gaat, en daar ga ik u straks nog verder nog iets over zeggen, gaat absoluut wat ons betreft een groot onderdeel worden van de hele energietransitie. Dan nu echt de vragen, voorzitter. De 60, 50 plus heeft gevraagd van de 60 hectare zon op land. Hoe ver is dit leidend?
De 60 hectare zon op land, daarbij doen wij ook mee de zon op water. Dus het initiatief wat daarvan is. En hoeverre is dit leidend? Die 60 hectare die komt voort uit de principeverzoeken die hier inmiddels door de Raad destijds in december zijn goedgekeurd. En daar komt het getal 60 hectare vandaan. Dus dat is nog steeds waar de focus op ligt. En verder hebben we met elkaar gezegd, we gaan scherper de zonneladder in de gaten houden. We gaan in die zin iets scherper aan de wind zeilen. Omdat we weten dat de oproep in deze raad ook heel nadrukkelijk is. Liever niet te veel zon op land. Dus kijk eerst naar de andere mogelijkheden. Voorzitter. Ja. Dus wat ik u hoor zeggen is eigenlijk van die 60% is geen plafond. Maar het is ook geen 60%, voorzitter. Laten we dat direct... Ja, 60. Ik heb net in teruggekeken. Ik denk, want ik zag wat reacties van andere raadsleden. Ik denk, oeh, zeg ik iets wat niet. Maar op pagina 27 wordt wel gerefereerd aan die 60%. Nou, dan moet ik even kijken wat daarmee bedoeld wordt. Maar er wordt in ieder geval, dat durf ik u nu al met de hand op mijn hart te zeggen. Nee, maar, het is geen 60% van de landbouwgrond die we, waar we zonnepanelen hebben. Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd, nee. Landbouwgrond. Nee, 60% zon op land. Dat heb ik gezegd. Dus dat, ja. Is mijn, dat staat op pagina 27. Ja. Dan moet ik daar even naar kijken. Ja, alsjeblieft. Ik vind het een technische vraag, dus die gaan we dan ook even beantwoorden. Prima. Ja, doen we. Ja. Financiering Sumier, dat klopt ook. Wij gaan straks bezig met wijkuitvoeringsplannen. Hè? Dus er worden per wijk worden gekeken van wat de beste oplossing is voor de energietransitie. En dan gaan we kijken hoe we per wijk financiering of andere mogelijkheden kunnen klaarleggen. Dus daar waren ze van, er zijn nog geen concrete financieringen in dit plan. Eerst met elkaar bepalen welke koers we gaan varen. En dan gaan we kijken wat daarvoor nodig is om het ook daadwerkelijk te realiseren. In de risicoparagraaf hebt u gezegd van ja, daar staat van de uitvoering. We hebben een behoorlijk plan en we zien dat we er heel veel capaciteit op moeten zetten. Wordt er getrechterd? Nou, we gaan niet alles in het eerste jaar doen. Hè. Dus we proberen zoveel mogelijk wel de zaken te verdelen over de diverse jaren. En er zal best wellicht nog eens een keer moeten kijken van nou, wat heeft nu voorrang en wat, heeft, wat gaan we minder snel aanpakken. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we het plan wat we nu hier hebben, om dat ook gewoon goed in uitvoering te nemen. Maar het gaat niet allemaal in het eerste jaar in het wilde weg alle dingen tegelijk. Absoluut niet. Dan het energieloket, wordt weinig gebruik van gemaakt. Hoe gaan we om met de communicatie? Nou, dat is er een van de lessen die we hebben geleerd uit de gesprekken met de inwoners ter inrichting van dit plan. Dat de bekendheid van het energieloket absoluut beter kan. Dus daar gaan we met elkaar mee aan de slag om te kijken van hoe kunnen we dat beter doen, hoe kunnen we dat beter communiceren. Ik neem ook zelf alle gelegenheden baat bij de plaatselijke belangen. Om, en daar was u zelf ook bij, om bekend te maken wat wij allemaal kunnen als het gaat over duurzaamheid bij de gemeente. U hebt gezien dat wij bij in Schuine Sloot ook een presentatie hebben gegeven. En daar worden ook de mogelijkheden van de energiecoaches van het energieloket breedvoerig naar buiten gebracht. Wij gaan kijken hoe we dat in de toekomst nog beter kunnen doen en hoe we die dichter bij de mensen kunnen brengen. Want degene die er gebruik van maakt, die zijn er wel heel content over. En die kunnen mensen echt voorthelpen. De zonnedakrevolutie. Voorzitter, even over het vorige punt. Ik zag dat u daar afrondde bij het energieloket. Ik wil daar graag nog een vraag over stellen. Over het product van het energieloket. Je hebt er ook een vraag over gesteld. Wat krijg je van het energieloket als inwoner? En kunt u iets vertellen over het product? Want we hebben het nu vooral over de communicatie dat het fenomeen energieloket bekend wordt. Maar volgens mij begint het bij een goed product en pas dan de marketing. Dus ik zou graag dat u nog even ingaat op het product energieloket. Ja, het product wat je krijgt hangt af van de vraag. Als men zegt van ja, een heel veel voorkomende vraag is van ik wil er wel mee aan de slag, maar wat is dan nu voor mij het beste? Dan kunnen wij een energiecoach leveren die echt per situatie gaat bekijken van, nou, als u dit gaat doen, de vloer gaat isoleren, dan heeft u zoveel rendement. Als u met de spouwmuur aan de slag gaat, dan zijn dit de kosten, maar dan heeft u zoveel rendement. Dus dan is dat het product. Als men zegt van ja,
Hoe zit het met de kieren en dat soort dingen? Er kan een warmtescanner gemaakt worden. Dus er zijn heel veel diverse producten, maar die is afhankelijk van de vraag. Waar was ik gebleven? De zonnedakrevolutie. U geeft aan dat, ik weet eigenlijk niet precies wat de vraag was, maar de zonnedakrevolutie, daar is een motie van geweest. Die heb ik nog scherp op mijn netvlies. Daar hebben we gesprekken mee geweest met het onderwijs. En in feite is dat allemaal in uitvoering. Het onderwijs heeft wel gezegd dat ze liever een iets andere aanpak zouden willen. En daar gaan we ook gewoon in mee. Maar we zijn volop daarmee aan de slag. Dan de energiecoöperaties. Er zijn meerdere initiatieven van energiecoöperaties geweest. De energiecoöperaties zijn altijd initiatieven van onderop. En daarom is het ook zo. En ik begrijp de vraag, die is meerdere keren is die gesteld. We zouden zo graag willen dat er meer energiecoöperaties waren. Meer Lutten levert. Hè? Ik hoor het ook van de ChristenUnie. Dat zouden wij ook heel graag willen. Alleen Lutten levert is niet aangejaagd door de gemeente. Lutten levert is ontstaan vanuit de samenleving. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, op welke manier dan ook, dan doen we dat heel graag. Wij kunnen zelfs mensen helemaal faciliteren van hoe richt je nou een energiecoöperatie op? Wie ben je nou voor nodig? Als tot aan statutenniveau aan toe kunnen we mensen leveren die daar mee aan de slag gaan. Maar er moet wel in beginsel energie in een bepaald gebied zitten die daarmee aan de slag willen. Omdat wij zien dat het allemaal nog niet te veel van de grond komt, hebben we wel gezegd van we moeten daar iets mee. Want we weten bijvoorbeeld dat bij een aantal aan te leggen zonneparken er 10% is gereserveerd voor een energiecoöperatie. Het zou zonde zijn als dat aanbod van die 10% die er ligt, dat niet opgepakt wordt door de samenleving. Dus we hebben nu, en ik ga er nog geen namen noemen, maar iemand die u wellicht allemaal wel kent, gevraagd van, goh, zou u nou willen helpen met het aanjagen en met inwoners in gesprek om toch te proberen dat we die 10% van die zonnepanelen dus ook echt gaan wegzetten in energiecoöperaties. Dus we zijn er volop mee bezig om dat aan te jagen, maar nogmaals, de kracht zit wel in van onderop en nou ja, dat moeten we dan op een of andere manier proberen te faciliteren. Mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Nog even terug te komen op die initiatieven. En er zijn dus in het verleden initiatieven geweest. In de beantwoording werd ook aangegeven van dat de initiatieven niet uit de stadsblokken kwamen, omdat ze organisatorisch niet van de grond komen en aansluiting met inwoners in het gebied lastig zijn. Het is gewoon jammer, ja. Hè, want daar hadden we als gemeente al heel wat in kunnen betekenen. Klopt. Maar goed. Maar daar hebben we ook wel onze inzet wel op gedaan. Maar op het moment dat inwoners zeggen, ja, we zien het niet zitten. Ja, dan wordt het lastig om met een pistool op de borst te zeggen van, gij zult een energiecoöperatie oprichten. Dat gaan we niet doen. Ja, goed. Ik laat het hier eerst in bij. Ja. Nee, maar als er daar andere ideeën over zijn, of mensen hebben tips en trucs om te zeggen van, zo zou het wel lukken, dan horen we die heel graag. Voorzitter. Ik heb in mijn bijdrage of mijn vragen heb ik een suggestie daarvoor gedaan. Dat de gemeente daar zelf in zou kunnen springen. Als een soort launching customer voor een dergelijke coöperatie. Ja, en dan zit het vooral over van een eigen energiebedrijf oprichten. Hè, want daar had u het over. Wij kijken in ons restgebied Overijssel West. Zijn we aan het kijken op grotere schaal om te kijken van is het oprichten van een eigen energiebedrijf, is dat aantrekkelijk. Dus op grotere schaal doen we dat wel. En die zou dus dan ook in zulke soort initiatieven kunnen investeren voor die 10% die dan aangeboden wordt? Dat zou kunnen, ja. Ja. Veel liever hebben wij dat het lokaal in de plek zelf gebeurt. Dan heeft het meeste draagvlak. Voorzitter, ja, dat is ook eigenlijk wat ik probeer aan te geven. We hebben dus initiatieven gehad. Mensen zijn betrokken. Mensen zijn dus echt met iets bezig. Willen misschien wel graag wat ontwikkelen. Ja. Dus ook nou ja, mijn advies hierin zou zijn van stellen dat er weer initiatieven op ons pad komen. En die op dat moment niet zeg maar voldoen aan die criteria. Dat je ze wel weer meeneemt van hoe zou het dan wel kunnen. Ja, maar daar hebben we dus nu ook, proberen we ook iemand voor aan te stellen. Zeg. Of aan te stellen, wij vragen iemand om dat initiatief zelf te nemen samen met een aantal. Ja. Dan kom ik bij de ChristenUnie. Educatie. Kunnen we daar nog meer mee doen?
Ja, soms moeten we toch gewoon beter vertellen wat we allemaal doen. De koppel is natuurlijk fantastisch wat daar gebeurt. Maar ik kan u zeggen dat we ook bijvoorbeeld met het Vechtdal College projecten hebben gehad, ook hier in huis. Of dat het Vechtdal College zelf een project doet waar wij nog eens het verhaal komen vertellen van nou, hoe zitten wij er nu in als gemeente Hardenberg. En op meerdere scholen, ook in het voortgezet onderwijs, spelen dit soort dingen. We vertellen het niet altijd, maar we zijn er wel volop mee bezig. Energiebesparing, kunnen we dat nog niet meer aanjagen? Wij zijn daar volop mee bezig. En nogmaals, het is iets waar mensen eerst zelf mee aan de slag moeten willen gaan. Dus het enthousiasme. En dan komen we weer terecht bij de faciliterende rol. Die is ook door het CDA is genoemd, waar vragen over zijn gesteld. Het energieloket, noem maar op. Wij kijken hoe we dat nog meer kunnen doen. Ik moet wel zeggen dat het in Hardenberg helemaal niet slecht gaat. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat je daar dan bij de pakken neer moet gaan zitten. Nee, helemaal. Ben ik met u eens hoor. Alleen er staat overal een minimaal 1,5%. Dan denk ik, nou, dat kan dus wel wat meer. En denk van, waarom zouden we niet 2% of 2,5%? Ja, maar we gaan aan de andere kant ook niet de rem opzetten. Als we zeggen, oh jongens, het dreigt nu 2 of 3% te worden. Van, we hadden minimaal 1,5. Dus laten we er maar geen inzet meer op zetten. Volgens mij stralen we aan alle kanten uit dat we dat heel graag willen. Absoluut. Voorzitter, dan voorzitter. Misschien een aanvulling, want ik heb hier dus een technische vraag over gesteld. Ook naar aanleiding van die 1,5%, hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. En ik kreeg als antwoord dat we op dit moment gemiddeld 2,1% per jaar eigenlijk al aan die norm zitten. Dus. Ja. Ja, het klopt, er staat minimaal 1,5%, maar op dit moment scoren we hoger. Dat klopt. Ja. Dus we zouden er minimaal 2% van kunnen maken? Het ene sluit het andere niet uit, voorzitter. Communicatie, er zit geen hoofdstuk communicatie bij, dat klopt. Maar we hebben wel gezegd, van, joh, laten we nou eerst eens kijken als dit het goede plan is en de raad dit wil vaststellen. En dan gaan we daarna volop in de communicatie hoe wij... in de toekomst hiermee aan de slag willen. Ik heb al mooie filmpjes toegestuurd gekregen van raadsleden die zeiden van, goh, zou je het niet op deze manier kunnen doen? Dat hebben we allemaal meegenomen. Maar ik vind dat eerst de raad het plan vast moet stellen, de richting moet bepalen. En pas dan kunnen we ook communiceren van wat we met elkaar willen gaan doen. Financiële leningen voor mensen. Nou, dat zie ik vooral in die wijkuitvoeringsplannen. Als we dus echt dichter bij de mensen komen, dat we dan de vragen stellen van, en wat bent u daarvoor nodig? Hoe kunnen wij dat faciliteren? Dat zit vooral in die wijkuitvoeringsplannen. Woningbouwcoöperatie is al, energiebesparing is al absoluut een onderdeel van de prestatieafspraak. Dus daar worden we volop, wordt daar aan gewerkt. U hebt een vraag gesteld over, maar dat was volgens mij meer een vraag aan de raad, van hoeveel procent van de landbouwgrond. Doe daar eens een uitspraak over, dus ik hou mij daar gelukkig buiten, voorzitter. Dan, Partij van Arbeid. Voorzitter, nog een klein vraagje. Er staat in de stukken dat we jaarlijks gerapporteerd worden. Wij zouden wel gewoon geüpdate willen blijven of het idee van een dashboard of weet ik veel wat. Maar ook voor iets dat we wel meer grip hebben op wat er gebeurt. Kunt u daar nog op reageren? Ja, u wilt... tussentijds geïnformeerd worden over de resultaten. Ja. Ja, laten we het zo zeggen. Volgens mij hebben we nu ook de afspraak dat we in ieder geval voorlopig nog een poosje doorgaan met het gesprek met de duurzaamheidswoordvoerders in deze raad. Laten we daar even bespreken dan hoe we dat zien. Hè? Want we zouden dat ook gewoon in die sessies ook naar voren kunnen brengen. Dat we daar zo nu dan een keer een thema van maken van waar staan we nu. Dat lijkt mij op zich... op zich geen probleem. Even kijken. De Partij van de Arbeid zegt van nou, maak een concrete vertaling. Zonder ladder, eerst dagen. Ik weet eigenlijk niet precies wat u daar nou mee vroeg. Want ik op een gegeven moment... Die concrete vertaling, ik heb wel behoefte aan. Dat ik wil weten van hoeveel windmolens zijn dat en hoeveel zonnevelden. Want er moet ook een beetje een evenwicht zijn. De verschillende curves zijn die het dan vlakken mooi af. Afijn, u weet het zelf, u heeft het op uw eigen bedrijf.
En dat geldt voor op zeg maar, gemeentelijke schaal net zo goed. Ja, ja. Ja, volgens mij hebben we dat in het verleden wel eens een keer gedaan. Ik wil nog eens even kijken als wij dat in die communicatie vooral mee kunnen nemen. Hè. Als wij nu dit plan vaststellen, wat betekent dat dan? Het is heel erg moeilijk discussiëren, want er wordt over heel veel grootheden gesproken. Beta, Jules, noem maar op. En dan ben ik het met u eens. Vooral in de communicatie, als je het naar buiten wilt brengen, is het veel beter van... Dan is het zoveel dakoppervlak, dan is het zoveel zonneveld en dan zijn het zoveel windmolens van die hoogte. Want daar maakt het natuurlijk ook nog wat verschil. Voorzitter, overigens... even kijken. Zelf energiebedrijf oprichten, hebben we het over gehad. Dat wordt in de rest opgepakt. Klimaatadaptatie. Straks komt nog even collega wethouder de Rietstap als het gaat over circulariteit en klimaatadaptatie. CDA, selectief in aanpak. Voorzitter, u slaat even de vraag over met zon op dak. Die 5,6% die toch wel erg weinig was. Ja, het klopt, want ik had hier zonnen later eerst daken. Ik had hierbij staan landelijk samen in de top 30 als het gaat over zon op dak. Dus in die zin doen we het absoluut niet slecht. Volgens mij weet u ook dat wij in Overijssel heel erg goed scoren. Want ik hoor u zeggen van ik ken al wel gemeenten waar het beter is. Dat is altijd zo als je in de top 30 staat. Ik heb gezegd dat er gemeenten zijn die een veel grotere ambitie hebben. Dit is een ambitie van 5,6. En er zijn gemeentes die een ambitie hebben van 20, zelfs tot 25. Ja, maar ik hou wel van realistische ambities, voorzitter. En we hebben een, het staat ook omschreven volgens mij in het plan, met 30 agrariërs zijn we een project samen met Stimuland aangegaan. Om te kijken van wat zijn nu de beletselen om dingen te doen als het gaat over de energietransitie. Het zij kleine windmolens, het zij zon op dak. En dan zie je dat er heel veel zaken toch uitvallen. Al was het alleen maar de constructie van het dak. Al was het alleen maar er zit nog asbest op het dak en ik krijg de financiering vanuit de bank niet rond om daarmee aan de slag te gaan. Er zijn heel veel beletselen. We zien met elkaar heel veel daken waarvan je denkt van waarom ligt daar nu nog geen zon op, maar er zijn ook heel veel antwoorden te geven waarom dat niet zo is. En we kijken juist, tenminste dat is de bedoeling, om met die 30, om daar weer lering uit te trekken van wat moeten wij nu doen om toch dat zon op de dak te krijgen. Maar je ziet dat er wellicht, ogenschijnlijk, heel veel daken beschikbaar zijn, maar dat er soms ook wel toch wel heel veel mitsen en maren aan zitten voordat het zover is. Voorzitter, mag ik de wethouder even een vraag daarover stellen? Als ik goed ben geïnformeerd, is er een rapport van Stimuland gisteren overhandigd hier aan het college of aan de ambtelijke organisatie. Is het misschien mogelijk dat ook de raad dit rapport kan krijgen? Ja, ik heb hem nog niet, voorzitter, want zoals u weet was ik hier gisteren niet. Maar op het moment dat hij er wel is en hij is openbaar, dan stel ik u ook ter hand. Want ik denk dat het gewoon goed is dat we met elkaar weten waar zitten de problemen. Kunnen we ook zoeken naar oplossingen. Even kijken, CDA, selectief in aanpak. Ik heb hier opgeschreven, niet alles tegelijk. Ik weet niet precies welke vragen daar nu in zaten. Even kijken hoor. Ik wil hem wel voor u samenvatten als u daar belangstelling voor heeft. Ja, voorzien. Heel graag. In het stuk staat dat we niet alles tegelijk aan kunnen pakken. Dat is de stelling die u daarin heeft. Dan is eigenlijk de concrete vraag wat niet en waar liggen dan onze prioriteiten? En zouden we niet moeten zorgen dat u meer middelen heeft om meer te kunnen doen? Want een gebrek aan middelen en een ambitieniveau, ergens zou je dat op elkaar aan moeten sluiten. Dus u geeft aan dat u niet maximale middelen heeft om alles te doen wat u zou willen doen, zo lees ik het stuk. Wat is er dan voor nodig om dat wel te doen? Nou, wat niet, hè, dat was uw eerste vraag, van wat doen we dan niet? Ik zeg niet dat we iets niet gaan doen, maar we gaan het natuurlijk met elkaar wel faceren en niet alles tegelijk. Dat één. Dat heb ik ook volgens mij richting 50PLUS aangegeven. We hebben niet alle middelen. Nee, kijk, als wij echt alles willen doen, direct, wat we hier nu in staat, dan zijn we dus meer geld en meer mensen, vooral meer mensen nodig. En juist op dit onderwerp. Meer mensen en meer goede mensen, dat is best lastig, want iedereen is op zoek naar goede mensen. Dus wij proberen het toch op een slimme manier, toch zoveel mogelijk rendement te maken van waar we mee bezig zijn. En ik denk dat we dat nog steeds op een goede manier doen. En het is ook heel gemakkelijk om gelijk bij de volgende begrotingsvergadering
een vraag te stellen aan de raad van, nou, doen we nog maar wat meer middelen. Maar u vraagt dan ook van, ja, wat is dan het rendement van de middelen en wat krijgen we daarvoor terug? En ik denk dat we het wel met elkaar hier behapbaar moeten houden. Dus ik ga ervoor dat we het eerst nog eens doen met de middelen die we hebben. En dan goed tot uitvoering te komen. En als het blijkt dat we achterblijven, dat we dingen toch niet goed voor elkaar krijgen en er is wel wat nodig, ben ik de eerste die bij de raad staat om te vragen voor meer middelen. Maar ik denk ook dat we het met elkaar gewoon behapbaar moeten houden. Infra, samen doen met anderen. Dat doen we ook heel graag. Want alleen kunnen we het niet. Als ik zie hoe vaak we in gesprek zijn met andere partners, hetzij de netwerkbedrijven, Rendo, hetzij andere partners. We spreken met heel veel mensen, want wij zijn alleen nog maar faciliterend, maar sommige anderen moeten het doen. Hè. Ik heb onlangs nog een gesprek gehad met Enexis, van joh, hoe lossen we nou die congestie op en hoe lossen we het nou op? Dat we toch diegenen die willen, een mooi voorbeeld, een bedrijf in Dedemsvaart is van plan om 6500 zonnepanelen op het dak te leggen. Heeft daarvoor een SDE-aanvraag gedaan, gekregen. Moet nu binnen anderhalf jaar aansluiten en krijgt het gewoon niet op het net aangesloten. Nou, dan zijn wij de eerste die contact zoeken. Want juist dat zijn de voorbeeldprojecten die we graag willen. Zon op dak. Nou, dat heb ik u vanavond ook horen zeggen. Dus dan proberen we zo snel mogelijk met de Nexus toch naar oplossingen te zoeken. En dan blijkt dat er ook soms nog best oplossingen zijn. Want Nexus die doet hun aanvraag alleen op het piekvermogen wat er ooit geleverd kan worden met die zonnepanelen. Als 6500 zonnepanelen als in de mooiste dag dit opleveren, dan moet daar het net op afverzekerd worden. Dat kunnen ze vaak niet bieden. Maar op het moment dat er achter de meter afspraken worden gemaakt met een ander bedrijf wat ernaast zit, wat heel veel energie vraagt, dan is die piek dus niet zo hoog. En dan zou het best kunnen dat het wel kan. Nou, dat soort processen en mensen bij elkaar brengen, bedrijven bij elkaar brengen, daar zijn we volop mee bezig. Als ik daar een vraag over zou mogen stellen. Creatief als wij zijn, staart u zich niet blind op het netwerk? Want we hadden het net over innovatie, waterstof had ik van meneer Bak verwacht in zijn transportprobleemdiscussie. Maar juist het omzetten van energie in waterstof maakt het transporteerbaar zonder het net. Dus zouden daar geen mogelijkheden in gevonden kunnen worden om dat soort projecten toch mogelijk te maken? Toch deel uit te laten maken van onze ambitie? En op die manier juist de gebieden waarin het kan en waar weinig weerstand is te gebruiken, in plaats van alsnog gebieden in te zetten waar mensen daar veel meer overlast van zouden krijgen. Ja, maar voorzitter, nu hebben we het weer met waterstof niet alleen over warmte, maar absoluut. En wees ook van overtuigd dat ook daar onze netbedrijven daar volop mee bezig zijn. Kijk, wij kunnen niet inzetten op waterstof, wij zijn de gemeente. Maar we kunnen natuurlijk wel samen met onze partners dit soort projecten aanjagen en dat doen we volop. Dus ik kan een allemaal voorbeelden gaan noemen, maar dat ga ik nou niet doen. Want dan zijn we met een uur hier, kijk naar de voorzitter, die schudt ook van nee. Maar dan zijn we hier nog. Maar we hebben volop projecten op de bril. Hetzij in onze gemeente, maar soms ook in andere gemeenten waar we zeggen van nou, dat is heel interessant. Wat zou dat kunnen betekenen voor ons? En daar is waterstof absoluut een onderdeel van. Voorzitter, kleine vraag. U zegt dat u die zaken die er allemaal spelen en de kansen die er zijn niet allemaal wilt benoemen. In het licht van de communicatie zou mijn vraag zijn, is het niet goed om dat wel te doen? Niet per se in deze vergadering, maar het kan ook een middel zijn om mensen te inspireren en om ze te laten zien welke mogelijkheden er zijn waar ze misschien zelf nog niet aan gedacht hadden. Nee, maar absoluut, maar ik heb al gezegd, de communicatie die pakken we op nadat we hier nu met elkaar onze ambities hebben vastgesteld. Dat gaan we zeker doen. De coaches heb ik iets van gezegd. U geeft nog eens nadrukkelijk aan, wij geven geen SEC-akkoord nu aan welk project dan ook. Dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. We spreken onze ambities uit waar we mee aan de slag gaan. En mochten er projecten uit voortkomen, dan komen die projecten natuurlijk hier altijd ter besluitvorming weer terug. Tenminste, zo heb ik uw opmerking gezien. Dan krijg ik heel veel, vindt u dan niet dat, vragen. Bijvoorbeeld, vindt u dan niet dat de kosten te veel wegvloeien? Ja, dat vind ik ook. Ik weet bijvoorbeeld het grote zonnepark wat ligt aan de N48 bij Hogeveen.
Ik rij er dagelijks langs. Dat zonnepark is nog niet in productie, maar wel al 3 keer verkocht. Dat zegt genoeg over hoe het gaat met zonneparken. En niet voor niks dat we hier volgens mij met elkaar proberen juist projecten als Lutten Lever te omarmen, zodat het geld ook in de gemeenschap blijft. Niet voor niks dat we proberen voorwaarden te stellen aan dat soort zonneparken, dat er in ieder geval geld achterblijft in deze regio. Die 10% regeling bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat je dat om aan de doelstellingen die vanuit het Rijk van ons worden verwacht, dat we wel ook grote projecten moeten hebben om de dingen te realiseren. We redden het niet alleen met Zon op Dak en Lutten Levert. Hoe goed het project ook is en hoezeer ik het ook mij aan het hart gaat dat het juist op die manier zou kunnen. Maar we weten dat als we stappen willen maken en het ook nog zelf met elkaar hier willen blijven beslissen, dat we ook grotere dingen moeten aanpakken. Maar het liefst zoveel mogelijk met regie en samenspraak van onze inwoners. En liefst met een verdienmodel voor deze regio. Absoluut. Voorzitter, kan ik dit interpreteren als een toezegging van de wethouder dat hij in de monitor of de rapportages die, of de bijpraatmomenten ook kan aangeven wat het percentage is wat de eigen opwek, ik noem het dan maar eigen opwek, maar door coöperaties of door individuen of verenigingen in de gemeente. En zodat dat geld hier blijft. Kunt u daar ook dat percentage telkens aan blijven geven, zodat we ook daar de vinger op houden? Als het technisch mogelijk is, wil ik dat doen, voorzitter. Maar ik weet niet in hoeverre als we dat soort cijfers boven tafel kunnen krijgen. Als het mogelijk is, en u weet daar vast wel een weg in, dan gaan we dat proberen te doen. Dan de engbedeksvenen en de kraanvogels. U vraagt mij om daar wat van te vinden. Die gesprekken die vinden ook plaats en de onderzoeken, of in ieder geval de vraag naar onderzoek daarvan en wat betekent het daarvoor in het gebied waar we op dit moment met de omgevingsadviesgroep in gesprek zijn. Daar zal vast op een gegeven moment een keer een antwoord voor komen. Maar u hebt mij wel de opdracht gegeven om met pilotprojecten aan de slag te gaan. En een onderdeel daarvan in de verdere uitwerking zal vast een keer zijn van wat betekent het dan voor het een en wat betekent dat voor het ander. Ik heb daar op dit moment, als ik daar iets van moet zeggen, moet ik ook dingen zeggen die nuttig en waar zijn. En ik heb daar op dit moment geen antwoorden over. Voorzitter, ik hoor u graag nuttig en ware dingen zeggen. Laat ik daarmee beginnen. Maar ergens is er een kansrijk gebied ontstaan. Kunt u dan aangeven hoe een kansrijk gebied ontstaat? Want volgens mij is dat wel relevant voor mensen die geconfronteerd worden met ontwikkelingen waar ze zorg over hebben. Ja, maar het kansrijke gebied, voorzitter, dan doelt u op destijds het onderzoek van Pondera, neem ik aan. Van het onderzoek wat in opdracht van de gemeenteraad toen is gedaan van hoe kunnen wij nu, waar moeten wij daarmee aan de slag en wat zijn de gebieden waar de meeste kansen liggen. Die kansrijkheid die is destijds op basis van ruimtelijke ordenings en andere wettelijke aspecten bekeken. Dus dat betekent van hoe ver moeten wij van inwoners af, wettelijk gezien, een laagvliegroute. Ik kan ze allemaal wel weer opnoemen. En daar zat de kraanvogelpopulatie denk ik op dat moment nog niet bij. Voorzitter, financiering bij het meedoen en dat het toch betaalbaar wordt. Ik heb een grote zorg, voorzitter, als het gaat over inderdaad de hele energietransitie. Als we straks met die wijkplannen komen en we moeten dan alternatieven bedenken hoe we de mensen daarin meekrijgen. Want dat is best wel lastig. De mensen die op dit moment nog zeggen van jongens, ik ga meedoen in de energietransitie en wij gaan vrijwillig nu van het gas af en we willen helemaal op elektrisch. Dat zijn mensen die over het algemeen toch een paar centen in de portemonnee hebben zitten en die ook echt geloven in het verhaal. Die mensen die hebben er nog wel 30.000 voor over. Maar op het moment dat wij de wijken inkomen en bij de mensen met een smalle beurs, dan denk ik dat het best lastig wordt om dan met elkaar de goede besluiten en de goede initiatieven te nemen. En het is ook, ik zie het ook als mijn taak om in ieder geval ook dan iets aan te bieden wat in ieder geval voor mensen acceptabel is en wat ook de smalle beurs kan dragen. En juist daarom ben ik ook zo blij dat we nu vooral dat groene gas volop onder de aandacht brengen. Want ik denk dat met het groene gas er in de huizen heel weinig hoeft te gebeuren. En dat mensen
met een smalle beurs makkelijker mee kunnen doen aan de energietransitie. Dus ik zie juist, daar zie ik heel veel kansen. Het blijft absoluut een punt van aandacht, want we willen graag dat iedereen mee kan doen zonder financieel er veel op in te leveren en zonder een comfort in te leveren. Nou, en dat is best nog wel een hele lastige zaak. Voorzitter, dan kom ik nog even windmolens buiten bouwblok. U hebt met elkaar, en dat is niet om te jijbakken, maar u hebt met elkaar een bestemmingsplan buiten het gebied vastgesteld waarin staat dat het volgens mij tot nu toe alleen nog op het bouwblok kan. En als u vindt dat daar verandering in moet komen, dan is het aan u om daar initiatieven toe te nemen. En dan zullen wij wel aangeven van wat kan en wat niet kan. Maar op zich, ik zie het nog niet, maar ik heb het rapport van Stimulant nog niet gelezen. Maar zie ik nog niet dat daar heel veel problemen oplevert. Maar het zou best kunnen dat rapport wel staat. Ik begin een beetje te jagen, voorzitter, want ik voel de hete adem van u in mijn nek. Groene gas. In combinatie met gasloos bouwen. Daar heb ik iets over gezegd. De netwerkbedrijven kunnen we allemaal aansluiten. Nou, daar heb ik volgens mij ook iets over gezegd. In feite staat alles in onze gemeente op rood. In feite kunnen grote projecten niet meer aangesloten worden. Alleen nog tot 3 keer 80 ampere zekering. Dus de grootste kleinverbruikers, die kunnen nog aansluiten, zolang je daar nog maar voor gaat. Dat is vaak ook voor eigen gebruik, maar energieproductie, dat lukt dus niet. En specifieke gevallen, daar proberen we zoveel mogelijk in gesprek met de netbeheerders daar te kijken van wat oplossingen zouden kunnen zijn. Maar op dit moment is het gewoon heel erg moeilijk. GroenLinks. Warmtebehoefte transitievisie. Waarom doen we dat met Kogas? Want dat is toch een commercieel bedrijf. Voorzitter, Kogas is van ons. En Kogas is een netwerkbedrijf. Dus als het gaat over het leveren van energie, dan is Kogas enkel de netbeheerder. Kogas is ProRail en NS vervoerd. En zo moet je het ook zien in het netwerk. Kogas is van ons, maar daar doen meerdere partijen bij die warmtetransitievisies doen daarin mee. Daar doe ik Rendo in mee, woningbouwcoöperaties. Dus er zijn meerdere dan alleen Kogas. Circulaire landbouw komt collega Tristap nog even op terug. Voorzitter, ik wil even kijken. VVD. Nou, meer ambitie, meer lef. U weet hoe ik erin zit. Wat mij betreft zoveel mogelijk ambitie. Maar nogmaals, wel gezonde ambitie. En dan bedoel ik ook gezond met de beide benen op de grond. En natuurlijk moeten we dromen. Nou, mijn droom is in ieder geval dat groene gas. Dat weet u. U weet ook hoe ik erin zit als het gaat over biovergisters die nu nog elektriciteit produceren. We lopen de deur plat bij het ministerie om te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk hun transitie nog kunnen maken. En we nodigen ze ook uit om hier naartoe te komen. En we nodigen ze ook uit om de politiek te bewerken. Want daar hebben we best nog wel lastig mee. Dat het groene gas wat hier dan geproduceerd wordt ook beschikbaar komt voor onze inwoners. En dat het niet straks een verdeelsleutel wordt met de Randstad. Voorzitter, het net zit vol, het netwerk. Even kijken. Ja, ik wil nog even u hebt in het eerdere betoog naar Klooster Haar, toen hebt u gezegd van geen draagvlak, geen plan. Daarmee geeft u een vetorecht aan mensen. Dat vind ik heel lastig. Dan moeten we absoluut met elkaar in gesprek. U weet hoe ik erin zit. U weet ook hoe we het proces doen op dit moment in Klooster Haar Bergentheim met een omgevingsadviesgroep. En het is aan u straks om te zeggen van welke plannen, welk scenario, welk plan u vindt dat daarin door kan gaan. Dus u bent daarin aan zet. Maar als het zo is dat er, zeg maar, en ik zeg het even heel zwart-wit, maar ik wil er wel duidelijkheid over scheppen. Dat u zegt van, als er maar één tegen is, dan gaat het plan niet door. Dan hebben we een vetorecht en dan komen we niet veel verder met elkaar. Zo zult u het misschien niet bedoeld hebben, maar ik wil dat ook toch op deze manier wel even aan de orde stellen, voorzitter. Voorzitter, dat is absoluut niet hoe wij het bedoeld hebben. Maar we hebben het wel bedoeld ook in het licht zoals vanavond de discussie is gevoerd. En wij vinden het als partij heel erg jammer dat de tegenstelling weer is ontstaan. Dat hebben we vanavond ook gezegd. En we vinden dat er alles aan gedaan moet worden. Ik denk dat de insprekers ook alle realisme daarin hebben laten zien. Dat je
met elkaar in overleg gaat om te praten over de plannen die er zijn. Dat je ondernemers betrekt, dat je je burgers betrekt. En dan kan de wereld er zo mooi uitzien. En dan kan er zoveel gebeuren en dan kan er ambitie ontstaan. Want dan gebeurt het samen. En uiteraard zullen er altijd mensen zijn die voor zijn en mensen zijn die tegen zijn. Dat is gewoon in een democratie heel normaal. Maar het moet niet zijn dat er en masse weerstand is tegen plannen die er zijn en dat er weerstand georganiseerd wordt. Dat is het punt dat wij maken. En daar begint het nu op te lijken. En dat is van onze kant een waarschuwing van stap niet in die valkuil. Maar zorg dat je het organiseert en zorg dat je mensen aangehaakt houdt. Dat vinden wij van belang. Dan hebben we hetzelfde voor de bril, voorzitter. U hebt nog iets gezegd van we zetten heel erg in op elektrificatie. Nou ja, u hebt mijn verhaal over groen gas inmiddels al een paar keer gehoord. En groen gas is toch nadrukkelijk de warmtetransitie. Dus ik denk dat dat meevalt. En waterstof. En ik heb nu een lege bladzijde. Volgens mij, voorzitter, heb ik zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Ik kijk even rond, want ik heb er ook een heleboel afgevinkt. Maar ik weet niet of mensen zich nu nog zorgen maken over onbeantwoorde vragen. Ik zie mevrouw Verschuur. Mevrouw Verschuur, welke vraag is er bij u nog niet beantwoord? Nou, het is eigenlijk niet zozeer een vraag. Ik kom toch weer terug op die 60%. Ja, het gaat hier over 60 hectare. Dus ik wil dat toch even rechtzetten. Ja, nee, 60%, het heeft hier 60 hectare. Maar dan blijft nog wel de vraag voor mij hetzelfde. Hebben we het hierover dan over een plafond, 60 hectare? Of gaan we daar overheen? Of... We hebben het nu nog over een plafond. Want dat plafond hebt u namelijk zelf gesteld. Dat u hebt gezegd van eerst de vastgestelde principeverzoeken. En daarna zien we weer verder. En in het daarna zien we weer verder, hebben wij nu in dit document vastgelegd dat we de zonneladder nog zwaarder gaan hanteren. Duidelijk, dan wil ik voordat we naar wethouder Terietstap gaan, eventjes die vraag van meneer Kuipers nog in het midden leggen. Meneer Kuipers, wilt u hem nog een keer herhalen? Het ging over landbouwgrond in relatie tot de regionale energiestrategieën. Ja, ik hoorde de wethouder net al even zeggen, die 60 hectare is een grens, dus in die zin is al aardig beantwoord. Mijn vraag was meer van, kijk, wij zijn allemaal ambitieus als ChristenUnie en zeker ook voor onze eigen gemeente in eerste instantie. We zijn een beetje, net werd bijvoorbeeld de verdeelsleutel van de Randstad bijvoorbeeld al genoemd. We zijn er al een beetje bang voor dat we straks de opdracht van andere gemeentes op ons dak krijgen, zeg maar. Dat, misschien dat we daar als raad wat van kunnen vinden. Ja, maar die vind ik wel een beetje vaag. Ik weet niet of mensen daar wat over kunnen roepen, over wat willen roepen. Ik zie wel. Ik zou wel wat beter. Nou, ik begin bij meneer Roelofs en dan ga ik tegen de klok in. Nou, de vraag begon met een concrete vraag: zouden we de grens in moeten leggen bij 60 hectare? Mag ik de vraag zo interpreteren? Ja, nou, mag ik wel van iedereen vragen om zo kort mogelijk te antwoorden, ook even met een blik op de klok? Dat gaat lukken. Wat als die 61ste hectare dan in plaats komt van een windmolen? Dat zou mijn tegenvraag zijn, dus ik geloof niet in dat plafond. Nee, nou, kijk, ik noem nu 60, hè, maar ik bedoel, we kunnen met elkaar toch over nadenken van wat zou een afspraak kunnen zijn die we met elkaar kunnen maken om dat te voorkomen. Niet voor. Oké. Meneer Bokshoofd. Ja, voorzitter. De heer Kuipers vraagt om een soort maximum aan te geven. Dat vinden wij niet verstandig. Omdat je jezelf dan al een soort restrictie gaat opleggen. Ik denk dat je daar in de toekomst tegenaan gaat lopen. Tegelijkertijd legt hij een verband naar de rest. En dat we niet de opgave van andere gemeenten moeten gaan invullen. Daar steun ik hem wel in. Dat leek mij bijna vanzelfsprekend. Maar ik denk niet dat je dat oplost door een bepaald maximum te gaan leggen in je landbouwgrond. En zou u een idee bij hebben van hoe we dat dan wel zouden kunnen? Daar was ik eigenlijk naar op zoek. Nou, voorzitter, die res, volgens mij moet iedere gemeente daar een bod gaan doen en zijn we daar zelf bij en moeten wij een bod doen wat voor onze gemeente goed is. En als het verzoek komt van andere gemeenten van willen jullie een deel van onze opgave gaan invullen, denk ik dat we daar gewoon heel kritisch naar moeten kijken. Dank u wel, meneer Bak. Ja,
Dank u wel, voorzitter. Om met het laatste te beginnen. Ik ben het met de heer Boshoven eens dat we daar heel kritisch naar moeten kijken. Want het kan niet zo zijn dat we dan in toekomstige ontwikkelingen weer belemmerd gaan worden. Want als je dan invult en er komt een nieuwe ambitie bij, hoe ga je dat dan invullen als gemeente? Dus laten we daar echt heel voorzichtig mee zijn. Dus daar sluit ik me absoluut bij aan. Dan over de landbouwgrond. Ja, daar zitten wij wat minder zwart-wit in. Een absolute grens, dat helpt volgens mij niet. Ik denk dat het wel van situatie tot situatie verstandig is om daar naar te kijken. Dus het kan niet overal. Aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk dat de ondernemer daarin ook aan zet is. En dat hij gestimuleerd wordt om goede plannen te maken. En ook de innovatie, daar komt hij weer, zouden wij daar graag voor gebruiken om dingen aan te jagen. Want ik weet toevallig dat er in Hardenberg een MKB-ondernemer is die graag vanuit zijn maakbedrijf een ambitie zou willen doormaken om beide te kunnen doen. En zon op de graslanden, maar ook de gebruik van de graslanden. Dus laten we het absoluut niet uitsluiten. Dank u wel. Ik kijk even verder links van mij. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel. Op die vraag of die 60 hectare een maximum is, nou, dat houdt ook verband met wat ik vanavond ook aan de wethouder vroeg. Als er combinaties zijn met andere transities, dus de klimaatadaptatie, maar ook andere verdienmodellen voor agrariërs, dan denk ik van, nou, dan zou ik dat niet bij voorbaat uit willen sluiten. Zelfs natuurontwikkeling zou je kunnen doen, dan moet je ze misschien wat... Niet zoveel op een hectare zetten, maar wat meer spreiden. En dan zou je daar ook dingen aan kunnen doen. Dus wat dat betreft voor ons is het geen taboe. Maar eerst de zonneladder goed gebruiken. En flink je best doen om de daken vol te krijgen. Op uw tweede vraag. Liever niet. Maar als daar draagvlak voor is. Als er ergens een initiatief van een coöperatie opduikt. Waardoor we wat meer gaan doen dan andere gemeentes, ja, dan ga ik niet zeggen van dat mag u niet doen. Maar het is, ja, we hebben er geen principieel bezwaar tegen, maar het is ook niet iets wat je nou echt vreselijk zou moeten gaan stimuleren, denk ik. Duidelijk, mevrouw Verschuur. Ja, dankjewel. Antwoord op de tweede vraag. Ik heb me daar al vaker over uitgesproken. En van wat de rest aangaat, van dat we ervoor moeten waken dat we straks niet voor andere gemeenten de problemen of hun uitdagingen gaan oplossen richting duurzaamheid. En natuurlijk wat meneer Jonkhans aangeeft, hè, van ja, zelf denk ik als fractie zijnde dat je wel een grens moet aangeven. En tot hoe ver willen we gaan als gemeente zijnde. En bij vraag 1... en onze fractie 50 plus staat dan voor en liefst zoveel mogelijk bouwlanden vermijden. En eerst wat meneer Jonkhans ook aangeeft, eerst de zonneladder. En ik weet je, vanuit de fractie, je moet versnippering voorkomen. De angst is, en wat je nu al ziet, dat her en der al zonneparken manifesteren. En er komt steeds meer bij. Hoe groot en wat blijft er dan van ons landschap dan nog over? Ja, dankjewel. Hartelijk dank. Tot zover voor het rondje. Ik hoop dat meneer Kuipers ermee uit de voet kan. En dan wil ik nu graag het woord geven aan wethouder Rietstap. Dank u wel, voorzitter. Even een aantal vragen die er waren naar aanleiding van circulaire economie, met name vanuit GroenLinks en vanuit de VVD, waar vragen over zijn gesteld. En wat we daar concreet aan gaan doen. Een heel aantal dingen die we samen zelf gaan doen. Maar ik denk dat juist het benoemen, hè, in ons programma, het benoemen van deze onderwerpen, is het ook het erkennen van de nieuwe opgaven die er zijn. Maar het zijn juist de opgaven waarin wij samen als overheid met de sector willen kijken hoe die transities vorm kunnen geven. Dat geldt breed economisch, als ook in de landbouw. En wat zullen we daar dan, wat doen wij daar dan concreet in? Hè? Is het ondersteunen van initiatieven die er zijn vanuit de samenleving, hè? Rond ketens, rond reststromen, rond dat soort zaken. Maar ook via je kennisinfrastructuur, als zijnde het ondernemershuis, kennispoort, om naast die ondernemer te komen staan. Want uiteindelijk zal de ondernemer zelf moeten werken aan die nieuwe economieën om die transities vorm te geven.
Ja, en je probeert dan met je regio-deal bijvoorbeeld, hè, ook instrumenten die je hebt om daar op in te zetten. Vanuit de landbouw, ik denk dat de heer Bak terecht aan opmerkt dat er een aantal hele grote uitdagingen zijn. En ik denk dat die op het gebied van CO2, als het gebied van het bodemleven, hè, de vruchtbaarheid van de grond en het onderuitputten van de grond waar we mee, waar sprake van is, dat we moeten gaan kijken om samen met die sector kijken of we innovaties kunnen ontwikkelen om daar om dat het hoofd te kunnen bieden. Ik denk dat je daar de rol van ons als overheid in moet zien. Het stimuleren, het faciliteren, samen naast die ondernemers zien te staan. Omdat je uiteindelijk die ondernemer daarvoor nodig hebt om die transities vorm te geven. Nou ja, en daarnaast heb je een heel aantal concrete punten waarin je mogelijk met het ondersteunen van met middelen of iets dergelijks vorm en inhoud aan kunt geven. Meneer Bak. Ja, ik doelde niet alleen op de AI-sector, maar ik doelde ook heel erg op de bouwsector. Met de grond- en hulpstoffen duidde ik met name daarop, want die raken uitgeput. Mm-hmm. En het zou ook heel mooi zijn om in de gemeente Hardenberg aan de slag te gaan met circulair bouwen. En gebouwen te creëren waar de materialen in materialenpaspoorten vastgelegd gaan worden. Er zit in Hardenberg al een bouw die daar heel ver mee is. Daarmee zou ik een nieuw stukje economie kunnen aanzwengelen. En dat is ook vooral mijn oproep geweest van voeg dat nou alsjeblieft toe aan het meerjarenplan om daar ook wat focus op te krijgen. Want volgens mij gaat het daar de komende jaren om draaien. Ik ben het helemaal met de heer Bak eens. En dat is ook wat we eigenlijk bedoeld hebben om naast die ondernemer te kunnen staan. Want met name die ondernemer waar u ook op doelt. We zijn eigenlijk samen met de koplopers om een soort vliegwiel te gaan creëren. Dat je de ondernemers ook onderling elkaar stimuleren om met dat soort opgaven aan de slag te gaan. En juist ook die gesprekken te voeren met dit soort partijen om dat te faciliteren. Dus het sluit heel erg aan volgens mij bij de ambitie die we hebben. En het is me in die zin ook uit het hart gegrepen. Dat is de tweede volgens mij al voor de heer Bak. Zowel bij de heer Jonkhans als bij mij. Heel goed. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn om 11:00. Ik zeg het er maar even bij. Dan neem ik aan dat het als bespreekstuk naar de raadsvergadering gaat. Ik hoor geen bezwaar, dus dat zal. Ik wil even inschatten in hoeveel er op punt 5 gaat loskomen in verband met wel of niet schorsen even voor een sanitaire stop. Maar als u zegt het wordt waarschijnlijk een korte behandeling, zou ik zeggen dan gaan we maar meteen door gezien het tijdstip. Voorzitter, wat ons betreft kan het een hamerstuk worden, dus kunnen we er vrij snel uit zijn. Wie kan ik over punt 5 het woord geven? Dat gaat over beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie Brandsveen fase 2. Ik zie GroenLinks uit de verte een vinger opsteken, meneer Jager. U bent de enige, denk ik, meneer Jager. Ga uw gang. Goed, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Er zijn geen zienswijzers binnengekomen. Wij zijn daarom benieuwd hoe het gebiedsproces is verlopen en welke partijen hierbij zijn betrokken. Hoe is de verhouding huur, koop en vrije kavels bepaald? En mijn laatste vraag. Wordt met de realisaties van deze wijk rekening gehouden met de motie Steenbreek? Waarmee aandacht komt voor een groene woonomgeving en vergroening van percelen. Zover. Dank u wel. Ik vind uw voorlaatste vraag wat technisch van aard. Verhouding huur en koop vrije kavels. Maar ik geef toch het woord aan de portefeuillehouder. Dank voorzitter om op dit uur nog een mooi betoog te mogen houden over Brandsveen. Wel fijn als u het kort wilt houden, alstublieft. Ik zou bijna zeggen, u bent niet anders van mij gewend, maar dan gaat u ongetwijfeld daar weer op in. Laten we dat maar niet doen. Heel kort. Brandsveen fase 2. U heeft in het verleden al het bestemmingsplan vastgesteld met de functie wonen daarin. Heeft aan het college opgedragen om dat verder uit te werken. Dus dat heeft het college ook gedaan. Het is aan u om nog wel het beeldkwaliteitsplan vast te stellen, zodat we voor welstand zeg maar, een kader hebben om te kunnen toetsen. Hoe heeft dan het omgevingsmanagement eruit gezien? Nou, in het verleden is natuurlijk bij de vaststelling van het bestemmingsplan daar het nodige over gedaan. Maar ook nu zijn er nog zeker nog wel gesprekken geweest. Zeker als het gaat ook een stukje ontsluiting van het gebied. Hebben we met plaatselijk belang over gesproken. En zij hebben een 12-13-tal omwonenden richting ons gecommuniceerd. Over wat hun opvattingen daarover is. Het aantal tussen koop, huur en vrije kavels kan ik u even doen toekomen.
even uit mijn hoofd, maar dan kijk ik vooral ook even naar die kant van de tribune. Ik denk dat er 40 woningen in de bouwclaim zitten van TDF, 12 woningen zijn van de corporatie, ik denk sociale huur, en de overige 14. En de overige kavels zijn vrije kavels voor de gemeente. Maar u kunt het als u wilt nog even schriftelijk bevestigd krijgen. Dat was de tweede vraag. En de derde vraag, steenbreken, houden we rekening met de motie steenbreek? Nou, de stenen liggen er nog niet in, dus ze kunnen er ook niet uit. Dus in die zin is steenbreken niet aan de orde. En nou ja, ik denk dat iedereen tegenwoordig bezig is met vergroening, et cetera. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar het is niet iets wat we in beeldkwaliteitsplan vastleggen of zo. Wow, hartelijk dank. Kan het als hamerstuk door naar de raadsvergadering, meneer Jager? Want de rest was daar al over uit. Heel goed. Voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording. U heeft net mijn vinger ook niet gezien, maar ik wil er nog wel even een opmerking over maken over dit plan. Ik vind het een heel mooi beeldkwaliteitplan, zeg maar. Dus ik wil er eigenlijk ook in de oriënterende ronde gebruik van maken. Zeker als het een hamerstuk gaat worden, dat ik het een mooi plan vind. En ik vind het met name ook mooi, zeg maar, dat het zelfs rekening is gehouden met de situering van de woningen, zeg maar, om ook maximaal gebruik te maken van zonne-energie. Dus als we het dan toch weer hebben over duurzaamheid, communicatie met de omgeving, ik zie alles terug in dit plan, dus complimenten. Volgens mij was dat ook opdracht van de raad aan het college een tijdje geleden, dus oké, heel goed. Dan zijn we bij agenda punt 6, dat is de rondvraag. Maar dat durft echt niemand meer, nee. Nou, dan sluit ik bij deze de vergadering en ik dank u voor uw aandacht.